van harte welkom. Wie kent mij intussen al? Wie heeft al vaker van mijn video's gezien? Nou, oh god, oh ja, ik moet op mijn woorden gaan passen. Wie heeft al video's van mij online al bekeken van Via Drukwerk Deal? Nou, dan kun je dus andere dingen ook weer nakijken. Dus nogmaals, kijk online bij het kanaal van Drukwerk Deal op YouTube. Van harte welkom, dus ook namens mij. Deze masterclass Photoshop, we gaan aan de slag. Nou ja, masterclass wil zeggen, ik ben de meester en jullie zijn de klas. Ik wil niet zeggen dat we het heel hoogvliegend gaan doen. Het is juist vandaag gecommuniceerd als een masterclass voor opfrissen. Voor, ja, ik heb het wel eens gedaan, Photoshop, maar hoe zat het nou? Hoe werkt dat? Ik wil er wat meer over weten als beginner. Of ik ben er al een beetje bedreven mee, maar ik wil kijken of ik het wel goed doe. Dus ik ga ervan uit dat jullie niet al heel goed ermee kunnen werken, dat we juist vanaf blanco bijna beginnen. Ja, het is juist voor beginners bedoeld. Dus dat is een beetje de afspraak voor vandaag. Ja? Okay. Ik heb wel nog tijd ingeruimd straks voor nog heel veel vragen van zoeken na de pauze. Gaan we dus stickertjes uitdelen, mag u allemaal vragen gaan stellen. En dan kunt u toch nog die lekkere ingewikkelde dingen nog kwijt. Dus u komt aan bod. Maar heeft u nog wat meer ervaring al met Photoshop, dan kan het zijn dat je genoeg moet nemen met een paar pareltjes uit dit begin van de sessie. En dan je vragen kan stellen na de pauze. Maar goed, wie zal dan wel al lange tijd bezig met Photoshop? Of 15 jaar langer dan Photoshop? Met foto's, 15 jaar? Nou, zo, 10 jaar? Dan moeten we er meer. Ook moet andersom doen, hè? Eerst 5 dan 10 en dan kijken wie er overblijft. Wie heeft nog foto's op? Nou, redelijk blanco. Zo van, nou ja, het staat aan mijn computer. Nou, dat mag. Dus voor jullie doe ik het vandaag. Ja, en de rest mag meekijken. Als ze meepikken is meegenomen, ja? Nee, want dat is een beetje de afspraak geweest. We hebben ook nog een masterclass die wat dieper gaat graven met de nieuwste functies en uitgebreide zaken. Maar dat is een andere keer. Dus pik er mee wat je interessant vindt. Stel je vragen eventueel. Het is wat interactief. Nog even goed voorstellen. Ik ben Peter, viel voor hem met de rare achternaam. En ik ben een gediplomeerd, gecertificeerd docent, expert in Adobe dingen. Dat moet ik er altijd bij zeggen. Ik ben ook een community professional. Dus ik mag ook namens Adobe af en toe iets vertellen hier en daar. Dus ze weten dat ik onafhankelijk wil zijn. Ik ben gewoon een freelancer, ik ben een zelfstandige. Dus als ik iets niet goed vind, dan zeg ik het ook gewoon. Dat weten ze ook. En dat mag ook. Adobe is wat dat betreft een heel vriendelijk en aangenaam bedrijf, mag ik wat stellen. Ik mag ook sinds eergisteren zeggen dat ik XD gediplomeerd ben. Toen was het stil. Ik hoor geen applaus nu. Nee. Ik moet nog blijken. Ik moet nog mijn geld verdienen ermee. Wie weet wat XD is, toevallig? Experimenteren met. Het wil zeggen dat je design gaat maken voor interfaces, voor schermen. Dus het heeft niks meer met print te maken. Maar ja, jullie zijn hier voor print, media, daar draait het hele drukwerkdeal om. Maar je wordt als ontwerper ook er vaak bij betrokken. En moet ook de digitale kant gaan doen. Hoe moet ik dat dan doen? Ze willen een app. Oh, jij, ze willen een app. Of een website. Of een bedieningspaneel. Hoe moet ik dat gaan vormgeven? Daar zijn gangbare softwarepakketten zoals een Illustrator, een Photoshop en een InDesign, kunnen dat niet. Ja, dan zie je wel hoe het eruit ziet, maar niet hoe het werkt. Niet hoe het beweegt, hoe het gaat knipperen en hoe het gaat bedienen. En daar is dus zo'n programmaatje XD voor. Zit ook in je cloud abonnement. Dus wat dat betreft, bof je hebt het al. En zelfs mensen die geen cloud abonnement hebben, die mogen gratis testen voor één project. Nou, dat is een leuke deal, lijkt me. Dus dat XD, daar geven we ook trainingen in, ook begeleiding in, als je het wil weten. Dus dan kunnen we het daar ook weer over hebben. Maar niet hier, denk ik, want ja, het gaat hier over print uiteraard. Dat is het doel. Maar we gebruiken alle programma's, zowel Illustrator en Photoshop. Ja, InDesign wat minder misschien. Voor printmedia uiteraard. Dus dat blijven twee programma's, die blijven ook in zwang voor dit soort nieuwere digitale zaken. Maar hou het in de gaten, als ontwerper of als maker van media. Je doet print, maar je moet ook schuiven. Wie doet dat al een beetje? Wie heeft al iets met apps en webs te maken? Ja, een beetje wijfelende vinger. Experimenteren, hè, weer. Ja, experimenteren, zei hij. Nou, daar staat dan die X voor, experience design. Goed, genoeg over dat. Daarom ben ik ook UX certified. Ik heb ook een sticker in die richting, maar dat is voor jullie niet interessant. En, mijn visitekaartje staat hier, voor de liefhebbers. Goed, wat gaan we doen vandaag? Nou, ik ga eerst even wapperen, geloof ik, met dit foldertje. Dat vond Nico leuk en nog belangrijk. Want jullie krijgen een deal van Drukwerk Deal. Jullie hebben Adobe Cloud natuurlijk allemaal. Hè? Je hebt een abonnement. Dat kost tientjes per maand, toch wel wat. Hè? Dus je kunt nog via drukwerkdeal, als je snel bent, tot en met aanstaande maandag kun je dus het abonnement verlengen. Of een nieuw abonnement erbij. Als je denkt, ik wil die tweede machine toch een keer een echte, of die tweede collega ook even een abonnement geven. Dan doe dat, want je krijgt 40% korting. Normaal kost het iets van 6 tientjes en dan nog btw. En nu zit all-in €36. Dus het is eigenlijk voor 3 tientjes met btw. Dat is een behoorlijk bedrag. Minder dan normaal dus. Hè? Want de prijs was 50, wordt 60 met btw. Enfin. Dus ga puzzelen of ga je hier even op abonneren. Hij ligt op je stoel, je hebt hem gehad.
kattenbelletje onthoudt. Het is nog een paar dagen geldig. Het is een actie van 10 dagen. En dan houdt het op. Dan moet je weer de volle laag gaan betalen. Goed, nuttig, bruikbaar. Ja, op jaarbasis heb ik je nou toch alweer 12 keer 15 is 160 euro uitgespaard. Of zo'n 150 euro uitgespaard. Nou, dat is mooi binnen al van vandaag, toch? Goed. Dag Nico, hij is weg, hij ook blij. Maar goed, ik hoop dat jullie daar iets mee kunnen doen. We gaan deze sessie besteden aan een beetje een opzet. Ik denk van, ik kan weer allerlei dingen gaan verzinnen. Weet je wat, dacht ik, het is een opfrescursus. We gaan iets pakken wat ik ook meestal doe bij een training, dag 1. Ik geef vaak trainingen in Photoshop, ook aan beginners. En dan gaan we een training doen. En dan doen we eigenlijk dit setje doen we dan de eerste dag, grofweg. Ik denk als we daar een beetje doorheen lopen, dan hoef ik niet na te denken over wat we gaan doen. Want dat is gewoon al duidelijk, dat doe ik al regelmatig. Dus waarom nou weer andere dingen gaan doen? Want ik denk dat jullie daar net zo goed baat bij hebben. Bij die voorbeelden en die volgorde en die oefeningen. Dat we dat een beetje gaan bekijken. Een paar dingen, die zul je wel al weten, denk ik. Maar lagen gaan we het over hebben. Uitsneden maken, selecties maken, kunnen een paar dingen mee gaan doen. Beeld een beetje aanpassen, licht en kleur aanpassen, hoe zit dat, gaan we over hebben. Uiteraard retouche, oh, dat is altijd leuk, hè? Retoucheren gaan we ook doen. Dus hoe zit dat dan in Photoshop, hoe werkt dat? En dat doe ik aan de hand van nog wat theorie, misschien ook nog wat, als jullie er zin in hebben, en anders doen we het lekker niet. Over resolutie kunnen we het hebben, van hoeveel pixels zitten nou in een beeld en zo. Bestandsformaten, moet het nou JPEG of PNG zijn? Dat kunnen we er ook nog over hebben, als daar interesse in is, schrijf het op straks na de pauze. En dan je bridge, ach, die arme bridge. Wie gebruikt bridge? Je kent het of je kent het helemaal niet, hè, meestal. Het is best een goed programmaatje, hè? Is toch een aantal mensen. Is goed, hè? Goed spul? Ja, ik zeg het vooral tegen de buurman en vrouw, want die hebben dat nog niet door. Het is een mooi programmaatje om een soort, ja, wat kan het dan? Wat doet bridge? Wie durft het te vertellen wat bridge doet? Wie stak zijn vinger op? Wie had de moed? Ja. Wat doet bridge? Als je een schip voor wat je geschoten hebt, en dan selecties maken, sterretjes geven. Ja. Je bedoelt wel niet selecties in de foto, sterretjes in de foto, nee. De serie van. Ik ga mijn werk op het plan laten zien. Dan maak daar een PDF van en dat stuurt het dan. Ja, dus het is niet in de foto's, maar met de foto's. Hoe? Pardon? Moet je een glaasje water liever? IPTC. Ja. Metagegevens. Ja. Ik werk met Lightroom, maar daar zit meer in. Oeh, dan noemt hij het, ja. Wie gebruikt Lightroom? Ja. Dus Lightroom is eigenlijk Photoshop plus Bridge. Of omgekeerd, Photoshop plus Bridge is een soort Lightroom, zou je kunnen zeggen. Ja. Lightroom is wel een kleiner Photoshop. Lightroom is een heel mooi programma voor fotografen die de nadruk leggen op fotografen. Ik wil de foto goed maken. En ik heb de foto goed gemaakt met goed afgedrukt, mooi licht en zo. En geniet er veel meer frieken erin. Er zitten geen laagfuncties in Lightroom. Lightroom zegt, nee, je gaat wat klein beetje retouche, wat kleur, wat balans inregelen. Wat dingetje, maar eigenlijk is de foto al goed. Je gaat niet de foto nog maken met beelden erbij plakken. Er zit geen plakfunctie in Lightroom. Dat is het beeld, daar moet je mee doen. En daar ga je dus plaatselijk wat dingen in lichter, donkerder kleuren maken. Of een vignet aangeven, of retouche kan ook nog wel een beetje. Maar het is een andere leest geschroeid. Eigenlijk is Lightroom gekomen dat Photoshop ging steeds meer doen met lager bij, aanpassingslagen, effecten, creatief met nog meer lage soorten, lage teksten, video, 3D. En toen zeiden die fotografen, kan even terug naar af, even weer simpel, gewoon foto's. Ja. En een goede functie erbij, wat Photoshop helemaal niet doet, zoals hij ook aangeeft, het organiseren van je foto's. Mappen maken, collecties maken, waarderingen aangeven, je IPTC aangeven, je metatags aangeven, je copyright erin zetten en dat soort dingen allemaal. En dat kan in één keer voor een heleboel foto's tegelijk ook mooi. Dus dat is een beetje het Lightroom verhaal ten opzichte van het Photoshop verhaal. Dus jullie moeten eigenlijk Lightroom gaan doen. Nee. Photoshop is creatief. Photoshop is een programma om creatieve dingen mee te doen. Dan ga je de foto nog maken met componenten en onderdelen van andere beelden. Je gaat dingen bij elkaar zetten, reduceren totdat je het niet meer herkent zelfs. Dat is het leuke van Photoshop. Dus Photoshop is eigenlijk meer creatiever geworden. Voor creatievelingen die beelden willen maken, manipuleren. Niet als een soort kleine correctie, nee, echt flink doorschieten daarin. Of mooie dingen maken dat het bijna niet opvalt, maar dat het superreëel of hyperreal wordt. Ja? Dat is het leuke van Photoshop. Dus dat is een beetje het verschil tussen Photoshop, Lightroom, zijn broer. En dat bridge dat bij Photoshop hoort, wat Lightroom eigenlijk allemaal in zich al heeft. Namelijk het organiseren van het zootje. Dus ik hoop dat je het zo wat duidelijker hebt hoe dat Lightroom zich verhoudt tot Photoshop. Dan hebben we ook nog Photoshop Elements. Wie heeft daar alles van gehoord? Ja. Voor 18 kan je kopen, geloof ik, Photoshop Elements. Dat is een soort de best-of van Photoshop. Dan pakken ze de leukste functies eruit. Dat is een leuk klein pakketje. Geen abonnement, 18 kopen, niet meer zeuren. Ja? Dus dat is dat Photoshop Elements. Maar er zit eigenlijk best wel veel in. Ongeveer 2/3 van Photoshop zit daarin.
Heel veel mensen in bedrijven die kopen Photoshop. Die denken, ja, ik ben een makelaar, ik moet mijn eigen foto's gaan doen. En dan denk ik, kan dat zelf wel. En dan pakken ze de grote Photoshop. Terwijl ik denk van, ja, met Elements had je genoeg. En was misschien nog makkelijker ook. Want Adobe Photoshop Elements heeft ook een soort stappenplan erbij. Van, we gaan de foto mooier maken, wat wil je dan? Zeg het maar. Een soort, ja, een gidsfunctie zit daarin. Van, we gaan je helpen dat te doen. Nou, Photoshop moet jij het weten. Moet jij weten hoe het werkt. Want ja, je trekt hem los en foto's op zich verder niks. Hè? Je moet weten wat je gaat doen. Dus Elements is een beetje ja, een soort buffetje van beste functies. Photoshop Lightroom gaat terug naar het begin. En de grote Photoshop, ja, die gaat maar door allerlei kanten op. Hè. Ik moet eerlijk zeggen, ze hebben destijds wat functies erbij gezet. Zoals 3D en video. En daar zijn ze van teruggekomen. Dat je ook webdesign erbij moet gaan doen. Nee, dat was te veel. Photoshop of Adobe heeft iets te veel op het merk Photoshop gaan inzetten. Dus ze dachten, als ik maar Photoshop noemde, dan vindt iedereen het geweldig. Dan gaan ze het allemaal doen. Nou, nee. Het was gewoon vaak te lastig, een beetje te moeilijk in Photoshop 3D gaan doen. Dus dat is niet zo gelukt. Dus die dingen gaan dan misschien nou niet echt eruit, maar ze krijgen geen aandacht meer. Dus 3D-functies in Photoshop? Nee, daarvoor gaan we tegenwoordig naar een ander programma, Dimension. En video doen in Photoshop? Nee, we hebben Premiere Rush. Dat is een soort kleinere broer van Premiere. Dus er is Adobe van teruggekomen om Photoshop te gebruiken als kruiwagen voor totaal andere dingen die er niet in thuis horen. Ja? Maar ja, marketing denkt wel eens iets uit en denken ze, nou, dat lijkt ons een goed plan. En na 10 jaar, ik zei het al tegen ze, maar ze luisteren niet naar me. Ze zeiden, doe nou niet. Nee, ja, goed. Ze gingen door, eigenwijs. Maar dat wordt er langzaamaan uitgehaald, denk ik. Of in elk geval naar de achtergrond verschoven. Dus we gaan photoshoppen. Lekker photoshoppen. En van zoeknummers van jullie erbij halen. Zeker na de pauze hoop ik zoveel mogelijk vragen en dingen te kunnen beantwoorden. Dus voor de pauze wat meer voor de beginner. En een beetje goed begin maken. En daarna dan gaan we leuke dingen doen. Ik doe dat dan basis van een, ja, de lessen die ook in dit boek staan. Ik denk, ik ga toch jullie even helpen met een boek. Er zijn deze serie boeken. Photoshop, wat heet Classroom in een boek. Dat is een serie van Adobe. Van Adobe zelf. Die hebben ze zelf geschreven. Nou, dat komt van de makers zelf, dit soort boeken. En het is een serie van boeken over al die programma's van Adobe. Alleen, die zijn nu ook in het Nederlands weer verkrijgbaar. Ze waren lange tijd niet in het Nederlands. En de uitgeverij Van Duren heeft ze nu eindelijk voor het eerst weer een keer vertaald, een editie. En de volgende komt er wel weer aan. Maar deze editie van 2018 of 19 geloof ik, die is nu gewoon beschikbaar sinds een paar maanden. Dus als je denkt van, ja, ik vind Nederlands toch wel prettiger, ga even kijken. Bij Van Duren, zoek op de Adobe-serie, Adobe Classroom in een boek. En dan vind je ze dus. Ik geloof zelfs dat je tegenwoordig ze kosten per stuk 50 piek. Maar ik geloof dat je ze nu ze alle drie voor, 50, voor 100 piek krijgt. Ja, 99 of zo. Ja. Dus doe je ook daar je voordeel eventueel mee. En ik pluk 2 lessen daaruit. Die gaan we gewoon doen. Ik denk van, ja, ik doe gewoon wat ik in de les ook doe. Want dat helpt beginners. Dat zet het goed in het zadel. De eerste 2, 3 lessen daarvan. Moet er wel bij zeggen, de andere lessen waaien een beetje uit elkaar. Van, ja, ik doe liever dit of ik doe... Dus je hoeft niet per se dan nog te gaan volgen, precies. Als je het boek zou pakken. Maar ook in de training raak ik dan meestal een beetje van, nou, weet je wat, zullen we nou zo'n andere dingen gaan doen? Maar toevallig zijn de eerste 2, 3 lessen zijn heel goed om even de gedachte op een rijtje te krijgen. Van, even opfrissen weer van, hoe werkt dat Photoshop nu? Oké? Acute vragen tot dusver? Nee, goed. Ja, voor de planning, voor de, tenminste het eerste deel. Ik zei, we doen eerst even een korte inleiding dan. En dan houdt het me op met het praatwerk. Een inleiding over hoe Photoshop verhoudt met de andere programma's. De Illustrator en de InDesign en zo. Wie gebruikt nog meer Illustrator? Wie doet het ook al? Nou, dat zijn toch de helft ongeveer. Wie doet ook InDesign? Meestal heel veel meer. Ja, goed, ook nog. Wie doet alleen maar Photoshop? Alleen maar Photoshop. Ja, dus zie je, ja, dan is het iets minder. Nou, goed. Maar het verhoudt zich tussen andere software, hè, voor grappige verhoudingen zo. Photoshop doet beelden. Ja, maar Illustrator doet ook beelden. Dus eigenlijk doen 2 programma's doen allebei beelden. Illustrator en Photoshop. Wanneer doe je nou Illustrator? Wanneer doe je nou Photoshop? Is het een beetje maandag Photoshopdag of zo? En op dinsdag Illustrator? Nou, wat is er in de leidraad? Wie weet erin alvast? Nou, kom zo meteen. Wie weet het verschil? Onthoud hem even. Dan hebben we verder software die de boel bij elkaar gaat zetten. Dat is dan dat, ja, heel vroeger ooit hadden we het programma PageMaker. Wie kent dat nog? Nu weet ik hoe oud je bent, lieverd. Oh, ja, dan heb je het verraden. Dan gaat zeker 30 jaar terug, dit. Ja, PageMaker, en daarna kwam Quark Express. Moeilijk woord, ja. Maar dit zijn programma's uit het verleden, waar een InDesign achteraan is gekomen. En zegt, nou, die andere 2 mogen nu al weg, ja. Dus InDesign is de derde troef van Adobe, die samen dus dat grafische werk kan gaan doen. En dat doet er al een jaar of 15 à 20 nu. Dus sinds 20 jaar hebben die 3 een beetje bij elkaar staan, zo gezellig. Oh, ze staan een beetje over elkaar, foutje van mij. We hebben nog andere software die ook gebruikt worden in de printmediasector. Er kunnen data en teksten komen uit Word of Excel, grafiekjes, weet ik veel. Er komen misschien ook foto's uit CAD software, 3D software, video software. Maar dat beschouwen we niet als grafische media. Dat beschouwen we als van handig om ook iets uit te plukken. Dus daar heb je niet snel mee te maken, tenzij het leuk
leuk vindt. Wie doet op video dingen toevallig? Nou, zie je. Ja, hij, oh, hij is er niet meer. Hij is even plassen. Daar is hij, de video. Dus dat is meestal een ander vakgebied. Dus het vakgebied printmedia wordt eigenlijk bediend door die drie programma's. Daar zit de kern van de zaak. Dat is de trojka voor DTP, zoals het dan vroeger dan heette. En nog steeds. Dus dat is nog steeds gangbaar. Dus er gaat er nou een cloud saus overheen. Dat wil allemaal nu ook Adobe Creative Cloud heet. Eigenlijk kun je met die drie tools kun je nu alles aan wat we al 500 jaar in drukwerk doen. We hebben eindelijk de tools klaar. Er hoeft niks meer aan verbeterd. Ja, Photoshop, Illustrator misschien wel. Maar InDesign hoeft niks meer aan te gebeuren. Het is gewoon af. En dan hebben we het eindelijk af. Hebben we eindelijk de beste tools ter wereld ooit om dus grafische dingen mee te doen. En dan gaan we over op glas. Nou ja, dat is een ander structureel probleem. Maar er wordt nog steeds heel veel printmedia gemaakt. Voor verpakkingen, voor jezelf te laten zien wie je bent, voor het dingen te decoreren. Dat is nog hard nodig. Dus we blijven de programma's nog steeds gebruiken. Misschien juist het beste moment ook, omdat we juist die drie programma's nu zo ideaal hebben. Want je kan alles wat je kan bedenken voor printmedia, kan je met die drie programma's maken. Het is er al waarschijnlijk mee gemaakt. Dat is het mooie van die drie programma's. Vroeger moest ik zeggen, ja, schade, moeilijk. Maar nee, alles kan er gewoon mee worden gemaakt. Iemand iets tegengekomen wat je dacht van, nou, dat kan ik niet nu gaan maken met die drie software. Nee. Nou, het kan eigenlijk niet. Het is er al mee gemaakt waarschijnlijk. Ik kan ook niet visueel niet bedenken wat er zou moeten, wat niet zou kunnen gemaakt worden daarmee. Oké? Okay? Ja, dat zeiden ze misschien 300 jaar geleden ook, maar ik geloof toch echt wel in die gedachte. Dus Photoshop is heel creatief voor heel veel doeleinden. Zowel voor printmedia, maar ook voor glazen media, voor andere zaken ook, verpakkingen, doe maar. Dus het kan voor meerdere dingen worden ingezet en daar gaan we naar kijken. Met toch wel een beetje de vette knipoog naar printmedia. Nog even dat beelden wat scherper stellen, zei ik net al. Beelden komen uit twee hoeken. De Illustrator kant en de Photoshop kant. Wat is het verschil erin? Wie weet al waar de voor- of nadeel voor het een of voor de ander is? Wie werkt er al een beetje? Sorry? Vectoren. Wat bedoel je met vectoren? Ik ben altijd zo, ja, dankjewel. Ja, dat je, precies. Ik ben altijd zo blij als dat gebeurt, dat iemand dat het eerste zegt, want dat klopt mijn sheet namelijk ook. Vectoren. Dankjewel. Zo, mijn spannende moment is alweer voorbij nu. Vectoren, dankjewel. Inderdaad. Vectoren zijn zodat het altijd scherp blijft. Je kunt een Illustrator logo kun je zo groot maken als je wil. Of er nou een lichtbak van wordt gemaakt, of een klein dingetje, of een pennetje, of een ding. Maakt niet uit. Het is altijd schaalbaar. Het blijft altijd scherp uitgevoerd. Door een snijplotter, of door een printer, of door een banner maken. Maakt niet uit. Je scherm doet het ook. Je kunt inzoomen tot je ons weg, maar het blijft scherp. Als je pixels ziet, dan zijn ze van je scherm, niet van Illustrator. Dus wat dat betreft is Illustrator een heel flexibel programma om daarmee heel goed dingen schaalbaar te kunnen gebruiken. Photoshop. Niet. Photoshop is gebaseerd op pixels, met bitmaps noemen we dat ook wel. En wat gebeurt er als je zo'n kluitje pixels groter gaat maken? Dan wordt het onscherp, dan krijg je van die blokjes, of het wordt vaag, of het wordt blubberig, het wordt niet mooi. Of je moet ervan houden, zo'n mozaïekjes. Ja? Dus dan hebben we gewoon een beperkte hoeveelheid pixels. En als we dat gaan opblazen, dan werkt dat niet. Ik denk dat dat voor jullie toch wel vrij simpel mag zijn. Hè? Dat is al bekend, mag ik aannemen. Ja? Ja, bij sommige televisieseries of bij films zie je ze dan samen achter de computer zitten met drie regisseurs. En dan gaan ze dus kijken naar het scherm en zeggen ze van, oh ja, dan kun je een beetje inzoomen. En dan hoor je wiep, wiep, wiep. En dan zoomen ze in op een horloge op 20 meter afstand van een oude bewakingscamera. En dan zien ze dat het 2:05 was. Nou, niet in Photoshop in elk geval. Ja? Dat zit daar niet in. Helaas. Dat kan niet wel veel, maar dat kan er niet in. Dus we zitten gebonden aan de pixels die we hebben. Dat is het keiharde nadeel van Photoshop. Oké? Okay? Nog een. Oh ja, daar hebben we. Schaalbaar dus aan de ene kant. En dus gefixeerd aan de andere kant. Een vet nadeel. Ja? Dus dan moet je echt genoeg pixels hebben voor een foto. Dat kan je niet groter gebruiken. Sorry, ga niet lukken. Hebben mensen leuk. Och, heb je ook een mens gehad die een leuk fotootje geeft van internet? Zeggen, kan dit op een affiche? Dan denk je, ja, ik zal het maar niet doen. Of je moet van domino houden, van allemaal die blokjes. Dus dit ziet er niet uit. Dus dat kan gewoon weg niet. Want ja, een beeldscherm is heel snel tevreden. Drukwerk vereist gewoon meer pixels, meer resolutie wat dat betreft. Oké? Okay? Nog een voordeel of een nadeel voor de een of voor de ander? Wie biedt? Nog een voordeel of een nadeel? Nee? Kleiner. Hou hem even aan, dat is puntje 3 op de lijst. Maar ja nee, ik wacht nog op een nummertje 2, maar je hebt hem al gewonnen, de bonuspunt. Dus, nee, deze is een beetje een raar punt misschien. Het is heel flexibel in Illustrator. In Illustrator heb ik een zwarte pijl. Ik kan met de zwarte pijl zeggen, dit ding moet nu groter. En dan doet hij dat ook. Of dit ding moet groen, of een stukje schuiven, of weg. Dan kan ik heel makkelijk de zwarte pijl pakken en zeggen, klik, boom, weg ermee. Of groen, of groter. Terwijl in Photoshop iets selecteren,
Ja, ik weet niet of jullie al foto's op een beetje doen, maar dit is soms een rotklus om iets te selecteren. Stel je een foto van een of andere kerktoren met een boom ervoor, een paar mensen. Je denkt van, oh, die boom moet weg. Ja, er is geen commando selecteer boom. Dat moet jij gaan aanwijzen wat dan de boom is en wat niet boom is. Dat is een heidens karwei. Dat is een rotklus. Ja? En dan zeg je, nou, die boom moet weg. Dan doe je weg, backspace. En dan heb je een gat. Dan moet het gat gevuld worden. Dus je hebt twee problemen. Dus het is lang niet zo flexibel. Als ik een Illustrator iets weghaal, dan zie je meteen wat erachter lag. Dus het is helemaal niet zo'n leuk programma om dingen in te bewerken. Want je moet met veel verstand en geduld en finesse, moet jij die boom gaan selecteren. Of wat je dan ook wil doen ermee. Hoe kan het dan dat die weet, het programma, dat dat huis doorloopt achter die boom? En dat die, hoe vult hij dat in? Wanneer? Je zit al bij het retoucheren, hè? Ja, maar dat doet hij toch? Ja, hoe doet hij dan toch? Ja, dat zijn de kaboutertjes. Daar gaan we het over hebben. Hoe doet hij dat? Dat is een stukje magie van Photoshop. Ja? Maar het kan niet ongelimiteerd. En als jij weet hoe dat werkt straks, dan weet je ook van wanneer je het wel en niet kan verwachten dat het goed gaat. Dus het is, als je zo'n voorbeeld ziet, gaat het meestal wel goed. Maar het gaat ook heel vaak niet goed. Zou ik bijvoorbeeld die klok kunnen weghalen op de muur? Ja, want die strepen die lopen dan door. Heeft die strepen die vergelijkbaar zijn? We duiken even diep in een voorbeeld. Dan lukt dat wel. Kan ik dit ding hier weghalen? Nee, want jullie weten niet dat ik in mijn onderbroek sta hierachter. Dus dat weten we niet. Dus ja, dat is een groot geheim. Nee, het is echt wat ik ben aangekeken. Je kan niet zomaar zeggen, haal het weg. Want er moet iets zijn wat erachter past. En dat is wat Photoshop dan wel ziet. Die ziet dan van wat kan doorlopen en dan trekt hij dat ook door. Maar dat is puur omdat jij ook snapt dat dat kan. Anders begin je er niet eens aan. Want dan zou het ook niet gaan werken. We gaan voorbeelden zien daarvan straks. Oké, les 2. Dus het is niet zo flexibel. Tot op zekere hoogte winnen we wel wat. Maar het is niet echt van, haal even iets weg. Niet zoals een Illustrator. Het is hartstikke vast. Het is lastig selecteren aan die kant van Photoshop. Want je moet eerst een selectie maken. Soms bof je. Ja, als ik een selectie van dit scherm moet maken, ik wil er een ander beeld in maken. Ja, dat is redelijk vierkant, kan ik mooi selecteren, daar een ander plaatje in plakken. Ja? Dat lukt dan wel. Maar ja, zoals ik zeg, dit ding selecteren, mensen met veel haar, ik heb er geen last van. Maar als ik mensen met haar wil selecteren, ja, dat is vreselijk. Dan kan ik een half uur over doen nadat het klaar is. Ja? Oké, dus het is lastiger. Soms bof je, maar het is geen handigheid zoals Illustrator altijd flexibel is. U noemde het aspect een kleiner bestand, groter bestand. Ja, dat klopt. Inderdaad, Illustrator bestanden zijn relatief klein. Je moet heel veel tekenen, wil je een groot bestand ervan maken, hoor. Er moet echt heel veel in zitten. Terwijl bij, nou, ik kan wel even eentje laten. Dus ik heb toevallig eentje. Moet ik weer opnieuw starten? Ik heb hier bijvoorbeeld een of andere een bestandje. Kan ik wel even opentrekken? Die kan toch zo? Ja, kan gewoon zo. Dus het is een bestandje van een poster. Die heb ik toevallig een paar weken geleden van iemand gekregen. Zei ze, dit duurt zo lang om te printen. Zei, ja, vind je het gek? Als we gaan inzoomen hier, zie je heel veel. Ik zal even flink inzoomen. En dan, kom maar. Oh god, waar zit ik nou? Daar komt wat, hoor. Daar komt wat. Nou, doe maar even een beetje terug. Zie je daar al die blaadjes? Zie je dat? Hoe dat opgebouwd is? Zie je hoeveel detail erin zit? Als ik even inzoom. Komt die weer. Zie je dat? Allemaal getekend. Ga er maar aan staan. Ga er maar voor zitten. Ja, als je één blaadje hebt, heb je zo drie blaadjes. Dan moet je een beetje draaien, een beetje verkleuren. Maar het is een hoop werk. En dit is dan het bestandje. Dat is dan relatief zwaar. Dit bestandje is dan iets van 10 megabyte of zo. 13 megabyte, laat er wat zijn. Van al die blaadjes die erin zitten. Ja? Hoe groot is een beetje foto? Gewoon zo'n foto die uit je camera komt. Zo'n rolbestand of zo. Dat is wel... 16 megabyte, nou, dan heb je een goede oude camera. Nee, maar ze worden wel eens groter, hè? 30, 40 megabyte. Ligt hoeveel megapixel die heeft. Dus het tikt gewoon lekker aan. Tientallen 30, 40 megabyte voor een A4'tje ongeveer. Ja, dus dat is best wel heftig, zo'n bestand. Dat is niet even 2, 3. Een logotje is niks in Illustrator. Eén zo'n logotje is misschien 100k. Dat is niks voor een computer als het makkelijk zat. Dus wat dat betreft is ook daar een puntje van de orde. Dus we hebben al, even kijken, zo 3 voordelen, nadelen bij de ene kant, de andere kant. Dus dit hebben we al gehad, ja. En die hebben we al gehad, ja, hebben we ook al gehad. Nog een voordeel, lichte bestanden ten opzichte van zware bestanden. Je gaat je bijna afvragen, waarom zitten jullie hier vandaag? Ja, ik bedoel, het is niet zo gezellig hier. Dat is veel makkelijker. Er moet dus iets zijn wat ons bindt vandaag. Er moet dus iets zijn waarvoor jullie zo gek zijn. Of het moest die aanbieding van Nico zijn, dat weet ik niet. Maar er moest iets zijn waarvoor je hier dus graag kwam. Nou ja, een puntje kan zijn, maar dat is het eigenlijk ook niet. Dit kost altijd een interpretatie. Daar zit PostScript technisch achter de schermen. Als God een PostScript taal, hij is PDF, is ook een soort PostScript. En die PostScript taal moet geïnterpreteerd worden door een printer. Dus je moet een printer hebben die PostScript begrijpt.
Als je het niet begrijpt, krijg je 300 pagina's postscript tekst. Zelfs gehad. Dan print je iets vanuit een verkeerde printer. En dan komt iemand met zo'n pak papier. Is dat iets van jou of zo? 300 pagina's tekst. Oh, dat was de postscript. Dat had hij moeten interpreteren. 13 megabyte tekst, dat is best veel. Dus er komt er zo'n klont tekst uit. Nee, dat had hij moeten begrijpen. Moeten vertalen naar een beeld. Nou ja, zo'n postscript printer hebben gewoon allemaal. Dus geen enkele moer meer aan. Dat kostte vroeger veel geld. Maar dat is nu heel normaal. Dan is er nog een puntje. Dit zijn vaak zijn grote bestanden. Oké, maar we hebben ook zware, krachtige computers tegenwoordig. Dus dat gaat best goed. 20 jaar geleden was wel andere koek en Photoshop. Dan moest je alle hands aan dek, maar nu valt het best wel mee. Het is niet eens meer het zwaarste voor een computer. Nee, 3D, dat is pas zwaar. Dus het valt wel mee. Maar er moet nog iets zijn, een groot voordeel van Photoshop. Wie denkt dat hij het weet? Eenvoud? Eenvoud? Ja, bij Photoshop. Eenvoud. Ja, nou, je hebt er een masterclass voor nodig om het te gaan begrijpen. Dus ja. Ja, kan. Het wordt eenvoudig voor je als je het weet. Maar dan ben je wel al flink geworden. Nee, het is niet één. Zo'n software met 20 tools aan de zijkant en 500 paneeltjes. Vind ik geen eenvoud hoor. Dus nee. Nee. De? Gradaties. Ik kan ook mooie verlopen, maar je zag een prachtige verlopen in Illustrator. Meer dan het oog kan verschrijven. Fotorealisme, zegt u. Dat is nou precies wat hier ook staat. Bij Illustrator begin je altijd met een constructie vanuit niks. Je hebt een wit vel en dan ga je dingen maken. Blaadje voor blaadje, nerf voor nerf, tekstje voor tekstje. Terwijl bij Photoshop zegt iemand van, wil jij een of andere leuke paar bladeren hebben? Het is herfst, hè? Even schudden de boom, klik, foto, hier heb jij je bladeren. Zit toch niet te tekenen in Illustrator, doe normaal. Dus we hebben gelijk de bestaande realiteit binnengehaald. Realistisch, het is reëel. Het is gewoon de werkelijkheid om ons heen. En daar willen we graag dingen mee doen. Je gaat de werkelijkheid niet natekenen. Het is er al, kom maar. Dus we moeten dit soort dingen allemaal voor lief nemen, omdat we dit zo leuk vinden. Omdat we dat graag doen met Photoshop. Dus het is niet van wat is beter aan, maar dit willen we graag. We gaan niet een beeld van een roos construeren. Dat is een pokkenwerk. Ja, het kan hoor. Ik heb hier, dan moet ik hem dadelijk weer opstarten. Ik zal straks een roosje laten zien. Help me heel erg aan dat ik het roosje laat zien in Illustrator. Je schrik je rot, man. Dat is meer een sport als je dat gaat maken in Illustrator. Een roos natekenen. Ja, gestileerd met een paar blaadjes, leuk. Maar echt mooi natekenen. Dat is idioterie, daar begin je aan. Dan pak je een foto. Ja? Dus de bestaande werkelijkheid om ons heen, de realiteit, die vangen we met een camera en dan gaan we weer aan de slag. Dus het moet gescheiden. Er is ook geen programma dat het ooit allebei gaat doen. Er is geen straks een soort Adobe Create programma dat allemaal tegelijk gebeurt. Dat is ook een beetje een scheidslijn en vakgebieden. Dit is meer voor logo's en illustraties met vectortekeningen. Er kan een stukje foto daarheen hoor, oh ja. En dan kan een stukje logo ook hierheen komen om op een winkelruit te plakken bij wijze van spreken. Er is wat kruisbestuiving. Maar er is toch een duidelijke grens tussen dat is meer voor logo's, diagrammen, iconen, illustraties met een hardere smaak zeg maar. Meer vlakken en vullingen. En dit is meer fotografie. En wat je er allemaal mee kan flikken. Ja? Dus daar mag je wel zo de scherpe scheidslijn trekken. Snap je een beetje het verschil tussen die twee? Dus niet maandag, dinsdag, maar een beetje ingewikkelder. Dus daarom zitten we hier. We gaan kijken hoe we dus kunnen selecteren. Hoe we met die resolutie kunnen omgaan. En dan gaan we een beetje wennen eraan. En dan is Photoshop een goed gereedschap voor ons om ook dit soort beelden aan te kunnen. Oké? Dus dat geef ik altijd graag even mee als achtergrond van waarom die twee programma's eigenlijk. Dus als mensen jou een logo sturen in een Photoshop-bestand, dan is dat niet goed. Want dan hebben ze een pixelbestand van een scherp logo gemaakt. Dat is jammer. Dan verlies je dus de scherpte. Als iemand zegt van ja, ik heb een leuke foto in Illustrator, dan denk ik van, wat hebben ze in godsnaam gedaan? Dus dat is duidelijk, die twee scheidslijnen kan best. Er is wat kruisbestuiving nogmaals, maar ja, door de bank genomen beginnen we met scheiden die lijn. Is Photoshoppen eigenlijk wel nieuw? Want er zitten vaak de Photoshoppen. Het is ook een werkwoord in de Vandalen. Photoshoppen. Ja, dat is echt een merkwoord. Ja, dat is gefotoshopt, zeggen ze dan. Is dat iets nieuws van sinds dat Photoshop er is? Dat foto's lekker zitten te faken? Nee. Met film? Oh, je bedoelt die negatiefilms met de fotografische films. Ja, kon ook, werd ook al gedaan. Het is helemaal niet nieuw. Aanschouw hier, een legerkapitein in de Amerikaanse burgeroorlog, die staat tegen een paal. Waarschijnlijk is zij toiletjuffrouw of kookdienst of zoiets, maar hij heeft helemaal geen belangrijke baan. Hij wil zo graag aan zijn achterban laten weten, ik ben belangrijk, ik wil mezelf op een paard zien. Dit is gewoon een collega van hem. En dat ik aan het front zit. Dus hij laat zichzelf photoshoppen op een paard aan het front. Nou, ziet er dan heldhaftig uit. Werd al 150 jaar geleden, wanneer was de Amerikaanse burgeroorlog? Weet ik niet. Weet iemand er toe van? Nou ja, lang geleden. Nog voor Trump in elk geval. Ja? De nieuwe komt na Trump waarschijnlijk. Of die is er al. Dus dat is gewoon nu ook photoshoppen, toch?
Dat is ook gewoon wat we toen al deden. Gewoon foto's, de werkelijkheid een beentje ligt en lekker creatief ermee omgaan. En dat werd al heel vaak gedaan hoor. Hier nog een paar voorbeelden. Ja, hier wordt het een beetje tricky. Dat doen we dus al heel lang. Maar het wordt ook tricky op een journalistieke wijze. Wordt het ook wel eens gedaan. Minder leuk misschien. Een beetje gevaarlijk zelfs. Hier zie je zo'n Russische meneer. Hoe heet hij met die snorkel weer? Stalin. En er staat iemand naast. En die beviel hem niet. En die heeft hij er later in het water geflikkerd volgens mij. Dus ze hebben die foto gewoon zitten bijverven waarschijnlijk. Een nieuwe foto van gemaakt. En dat als de werkelijkheid verkondigd. Nou, dat is ook 100 jaar geleden. Dus ze doen het al eeuwenlang. Rembrandt. Als Rembrandt de mensen zou schilderen zoals ze echt waren. Tenminste, als hij ervoor betaald moest worden. Dan kreeg hij nooit betaald. Vroeger hadden mensen toch echt wel heel veel grote punten. Allemaal zieke dingen, rottige tanden en zo allemaal. Dat was gewoon, vroeger, iedereen had daar last van. Dus als ze een notabele zichzelf wilde laten schilderen. Nou, dan moest Rembrandt heel wat retouchewerk doen hoor. Om zijn schilderij verkocht te krijgen. Dus die deed dat ook al. We proberen altijd de werkelijkheid een beetje te verbloemen. Wat mooier te maken dan het is. Daar is niks mis mee, dat zijn maar gewend geraakt. Kinderen groeien daarmee op, is helemaal niet erg. Laat maar gebeuren, al honderden jaren, is niks nieuws. Ja? Ze weten, ze willen het zelf ook doen. Het kan obsessief worden, maar het kan gevaarlijk worden in zo'n geval. Misschien, ja, in dit geval is het echt niet. Ja, dit is wel leuk, dit. Zie je dit? Het is een beetje stuntelig zelfs. Hè? Het was niet druk op de tribune, hebben er een paar mensen bij gefotoshopt. Zie je de herhaling? Toch? Nou, dat valt dan wel op. Hè? Dan weet je, maar ja, dat is niet zo netjes gedaan. Mijn vader was persfotograaf en dan moest hij een keertje op een zondag voor iemand invallen naar de sportredactie. Dat vond hij nooit zo leuk, dan moest hij voetbalwedstrijden fotograferen. En dat ging altijd zo snel. Dus dan zei ze tegen hem, als je nou een foto maakt van een schot dat een doel wordt, zorg ervoor dat de bal erop staat. Dus hij maakt foto's, ze komen terug, ze gaan het rolletje ontwikkelen, ze zien de foto, gaan kijken, oh geen bal. Pakken ze een kistje, een sigarenkistje met honderden ballen uit allerlei andere foto's. Wat was er voor een wedstrijd? Waar was het? Ja, het was in Heerenveen of zo. Oh ja, in Heerenveen. Hebben ze daar die ballen? Ja, was zo'n bal ongeveer. Plakken we die erbij. Hoppakee, klaar. Weg naar de krant. Dus dat was ook al Photoshop in de jaren 50 en 60. Dus we doen dat altijd al. Om een boodschap te verhelderen, doen we dat. Dat mag ook misschien wel. Als het maar niet deze kant op gaat. Bombardement in Palestina. We soppen er even wat rookpluimen bij om het erger te laten lijken. Op een klunzige manier. Hoe vaak het niet klunzig gebeurt, weten we niet. Maar als een journalist wordt erop betrapt dat hij dit soort dingen flikt, of als jij productfoto's aanpast, zodanig dat het niet meer is wat het ook zou moeten zijn, dan krijg je op je donder. En dan krijg je een warekeuringsdienst aan je broek, of misschien wel een advocaat, of de bond van fotografen. Moet je niet doen. Dus we moeten wel dat creatief gebruiken, of naar eer en geweten inzetten voor een doel dat misschien wel een beetje verbloemen mag. Maar je moet niet journalistieke dingen fout gaan doen. Dat is dus even zweren allemaal. Ik zal nooit. Nou ja, goed. Bedoeling duidelijk. Photoshop doen we dus al honderden jaren. Nog voordat er Photoshop was. Lang leven Photoshop. Oké? Okay? En dan krijg je dus dit soort dingen. Is dit anatomisch correct, dit? Kan dit? We hebben een hele lange nek. Wel een hele lange nek, hè? Ja. Zou het mens bestaan? Of zou het een beetje Photoshop zijn? Is dit strafbaar? Nee, dat is niet strafbaar. Wordt gewoon gedaan. Dat moet het lijken toch. Zo'n mooie gladde huid. Oh, moet het toevallig weer wat vetter eruit zien? Maken we ze wat vetter? Moet het toevallig weer wat slanker eruit? Maakt niet uit. We maken wat trendy is. Dus dat doen we gewoon in Photoshop. Hè? Alle kanten gaat het op. En dat mag dan. In die brossen doen ze dat veelvuldig. Krijg je zelfs een reactie. Mensen zeggen van nee, we maken advertenties zonder Photoshop. Nou ja, 2 maanden later toch maar weer wel. Want de modellen die willen het anders niet. Dit is een leuk voorbeeldje. Snickers, en dan gaan we echt beginnen. Snickers heeft een keer een campagne gedaan. Waarbij ze gericht hadden op mensen in de grafische sector. Dus een reclameblad voor de grafische sector. Of een vakblad. Hadden ze deze advertentie geplaatst van Snickers. Van misschien moet je even wat een sugar rush krijgen. Om even te wennen. Hè? Even wakker blijven jij. Dus ze hebben een leuk bestand gemaakt. Waarin allerlei fouten verzameld zitten. Dat bestand bestaat niet echt. Nou, dat hebben ze gemaakt. Maar de fouten die erin zitten, die komen wel vaak voor. Dus ik weet ze uit eigen schade en schande ook al. Dus we gaan even kijken of jullie de fouten kunnen herkennen in dat geweldige, lollige voorbeeld. Je kunt hem ook online nog downloaden, wel ergens als je hem wil zien. Dit is dus een met disasters erin. Komt die? Ah, daar komt Photoshop. Tada. Ze hebben het jaartal weggehaald, hè? Het heet niet meer 2009. Het is gewoon Photoshop CC. Ah, daar komt hij. Even kijken of jullie kunnen spotten wat er allemaal niet dan deugt. We beginnen heel discreet aan de bovenkant. Nee, eerst de bovenkant. Netjes houden. Ja? Wat is er allemaal mis? Welke hand? Die hand van iemand. Hè? Ik kan me dat zo goed voorstellen. Heb je dat helemaal vrijstaand gemaakt? Die persoon hier weg? Dan gaat de telefoon. Ben je even bezig? En dan denk je, oh, hij was klaar. Zit er nog een hand? Zit er nog? Ja. Nog meer? Ja, een dubbele. Ze retoucheren maar een stukje ernaast geretoucheerd. Daarbij.
Dat wufte haar. Ze hebben hier zitten retoucheren en dan niet gezien dat daar waarschijnlijk heel ver ingezoomd dat je alleen dat zag. En toen van, oh, ze is wel mooi zo. Ja, nee, niet helemaal. Het hoofd is ook een beetje raar, vind je niet? Volgens mij is het een hoofd van iemand anders. Het is een beetje erop geplakt lijkt het. Ik denk het wel. En dan dat kettingje loopt niet door. Ja, misschien ging de telefoon weer vergeten, ging die ergens anders iets doen. Snel afgeleid zo iemand. Ja, zakken we af naar de onderkant? De navel. Oh, het is een modefotografie, een portretfotografie, modellenfotografie. Is het bijna een standaard handeling. Pupillengrootte, navel omhoog. En de heupen. Dat zijn standaard handelingen bijna. Maar dit ging een beetje te ver. Ja? De arm links is dunner dan rechts. Oh, dat kan je goed zeggen. De horizon. Ja. Ze waren waarschijnlijk kijken, vinden we die leuker of vinden we die leuker? Ja, ik weet het niet. Oh, de telefoon gaat weer. Up, weer een foutje. Weer een probleemgevalletje erbij. Ja, die tas die doen we later wel een keer. Ja. Die moet ik nog morgen wel afmaken. Morgen? Vergeten. Dus zo gaat het lekker door zo. Sorry? Hoe zou dat nou komen? Ja. Hoe gebeurt dat? Dan ben je waarschijnlijk heel geduldig bezig met die billen aan de achterkant. Mooi vrijstaand tot dat lijntje te trekken. En dan ga je heel mooi langs. En dan zie je niet dat hier gewoon de knie mag blijven. Maar dat heb je dan niet door. Je gaat braaf dat been helemaal volgen. Ja, ik kan het me zo goed voorstellen hoe dat gebeurt. Hè? En dan krijg je dit soort dingen. Dus zorg ervoor dat dingen die jullie maken niet op mijn computerscherm belanden. Want dan sta je de volgende keer ook hier bij de volgende demo te kijken. Dus ga hem zoeken op. Dat is een leuk voorbeeldje. Dan zie je dat ze ook met pijltjes erbij de 20 dingen die erin zitten. Dus, een lollig voorbeeld. Dus photoshoppen bestaat al heel erg lang. Creatief omgaan met fotografie doen we al lang. Of het nou met digitale software is, of dat het nou is met knip- en plakwerk met fotografie in een donkere kamer, maakt niet uit. We gaan aan de slag, we gaan kijken hoe het zit met Photoshop. En ik ga daarvoor dus het lesboek een beetje volgen. Les 1, laten we maar even beginnen. Even meteen in het diepe duiken met lagen, alles erop en eraan. Ik doe dat dus uit het Nederlandstalige boek. En dan kun je ook een beetje proeven hoe dat boek in elkaar zit. En het is een goede leidraad. Even kijken, is mijn grijze stickertje daar. Ik pak even het boek erbij, APS. De voorbeelden krijg je daar ook altijd bij. Dat is dan dit voorbeeld, er zitten daar dan bij. Die geloof ik, die. Dat is hem, ja. Dus je krijgt er iets van een gigabyte aan voorbeelden erbij. En die pak ik ook even. Dus voor ieder hoofdstuk hebben ze een les erin zitten. Even uitpakken. En dan gaan we gewoon even kijken. En ja, les 1 is toevallig een goede les om gelijk in het diepe te duiken. En voor jullie om op te frissen van, oh ja, lagen, hoe zat dat ook alweer? We gaan naar kijken. Even op naam. Dus dan krijg ik ook een beetje kennis maken met het boek als je het interessant zou kunnen vinden. Dit is wat ik wil gaan krijgen. Waar ik naartoe wil werken. Een mooie foto met twee, een soort verjaardagskaart of zo, een kaartje wat je wil gebruiken. En dit is dus het beginwerk. Ze hebben al meteen hier in het bestand al wat lagen zitten. Ik hoop dat de schermen redelijk goed staan om het te kunnen beoordelen. Ja, gaat wel, hè, denk ik, toch? Ja. Dit is nu te donker. Dit was de goede versie trouwens. Zo had hij moeten zijn. Is dit goed te zien? Zo, anders moet ik even rekening mee houden. Dus dit gaat het worden. Is dit netjes om te zien zo? Ja, goed leesbaar, goed zichtbaar? Ja, geloof het wel, ja. Zit er geen te donkere partij in de monitor, dus het komt goed. Maar hier moeten we mee gaan beginnen. Lagen in Photoshop. Het lagenpaneel, ja, dat is het eerste wat je eigenlijk moet gaan doen. Met de lagen gaan werken. Ja, eerst even wennen aan de omgeving. Er zijn die gereedschappen. We hebben hier zo'n balk bovenaan. We hebben commando's. En vensters. Wel 50 vensters. Jullie kunnen al omgaan met die vensters, mag ik aannemen? Dit soort venstertjes. Het stikt ervan. Een stuk of 40 zijn er. Hè? En het ligt er maar aan wat je wilt doen. Maar overal zijn venstertjes voor. Je kunt ze lospakken, je kunt ze neerzetten. Je kunt ze aan elkaar hangen, in elkaar hangen, aan elkaar hangen, onder elkaar hangen. Daar kan van alles mee. Maar zet ze vooral neer waar jij ze graag wil hebben. En als je denkt van, ik wil het weer terug naar af, dan hebben we van die werkruimtes. Werkruimte, dat is een soort verzameling van hoe ze moeten gaan staan. Snel even nu opruimen, klaarstaan ze weer goed zoals handig is voor bijvoorbeeld essentiële elementen standaard instelling. Dus als ik die in één keer oproep, staan ze gelijk goed zoals Adobe vindt dat het zou moeten beginnen. Met een heel groot leren verhaal, maar dat hoeft niet, dus die gooi ik die even eruit zo. En die bibliotheken mag ook eruit zo. Dus ik ben nou de boel aan het aanpassen, zeg maar. Dus het is niet helemaal zoals ik gewend ben. Even kijken, werkruimte ook even echt opruimen. Ik ben wel teruggegaan, maar hou er rekening mee. Soms moet je zeggen nee, opnieuw instellen. Nou, dan gaat hij toch weer zo. Waar is mijn lagenpaneel dan? Hieronder. Oh, sorry. Mijn scherm is voor deze monitor iets te... Ze staan hier onderaan. Ze horen wat lager. Dus wat... Ja, sorry. Dat is een beetje door de monitor is dat een beetje een rare resolutie. Deze lagen die horen echt pontificaler in beeld te staan. En de paden komen later wel. Hier een paneeltje voor de kleuren. Hier een paneeltje voor de lagen. Dat lagenpaneel, daar gaan we het eerst naar kijken. In dit bestand zitten al twee lagen. De originele foto. Dat is deze laag.
oogje aan, oogje uit. Dan zie je wel, zie je niet. Dat is duidelijk allemaal. Zodra je iets doet waar je denkt van, ho, dat wist ik niet, zeg het even, anders ga ik gewoon door. Hè? Dus zeg het als je denkt van, ho, wacht even, herhaal eens, of doe het nog eens. Of wat was het nou? Moet je het even zeggen. Ik ga anders gewoon doorfietsen. Dan hebben ze hier nog een laag erbij geplakt. Je kunt gewoon plakken. Hè? Zodra je iets plakt, komt er een laag erbij. Dat ik een andere foto zou pakken. Stel, ik pak even hier een foto van iemand met een Ajax-shirt hier. En ik zeg, ik selecteer hier een stukje. Selecteren komt straks wel. Dus ik, nou, ik wil het stukje hier selecteren. Zo. En ik zeg nu, kopieer dat. Onthoud het. Kopiëren. En ik ga naar het andere venstertje en ik zeg hier, plak. Let op het lager paneel. Zodra ik iets plak, gewoon plak of speciaal, maakt niet uit. Let op het lager paneel. Plop, komt er weer een laagje bij. Dus zo makkelijk maak je lagen erbij. Door gewoon te kopiëren en te plakken. Je kan ook hele lagen kopiëren en plakken onderling. Je kan ook het wat je pakt slepen naar het andere venster en loslaten. Wordt het ook geplakt. Dus hoe je plakt maakt me niet uit. Maar er komt gewoon een laag bij. Dus zodra je iets erbij maakt, krijg je een laag erbij cadeau. Nou, dan gooi ik hem nu in de prullenbak. Dankjewel. Dat was het voor vandaag. Ik wil die roos, die wil ik graag... Ja, het is een mooie foto, maar ik weet niet of je het ziet, maar het is een beetje donker, toch? Het is een beetje donker. Hoe zouden we dat beter kunnen maken? Appeltje M. Oh, appeltje M. Appeltje, appeltje. Ik heb hier geen toets met een appeltje, mevrouw. Appeltje. Ik heb wel een commando en een klavertje voor u. Maar geen appeltje al 20 jaar niet meer. Maar iedereen zegt nog steeds appeltje. Hè? Iedereen een appeltje. Nee, klavertje of commando, maar geen appeltje. Appeltje M. Dus jij vindt deze leuk? Ik doe hem snel weg. Nou, wat mevrouw dus doet, dat is dus deze hier. Ik hoor het uit die richting daar, toch? Wie zei het dan? Oh, u. U. Ja, u. Appeltje M. Dat is een goeie. Dat is een voorkeur. Appeltje M, dat zijn commando's die zitten hier in dit rijtje. U kent dus dit riedeltje. Appeltje M en appeltje L en appeltje van alles nog wat. Veel mensen die gaan dus voor het eerst kijken in die software. En dan zien ze dus al die lange lappen aan menubalken. Met al die lange lappen commando's. En zo, jeetje, hoe moet ik hier allemaal gaan doen? Nou, één belangrijke gedachte waar je alvast mee wil opfrissen. En ook geruststellen. Dat is een heleboel commando's in Photoshop. Die zijn dubbel. Die doen gewoon hetzelfde. Maar op een andere manier. Ligt eraan wie het wil. Mevrouw doet liever appeltje M. Wie doet liever appeltje L? Ja, buurman. Ook goed. Wie doet liever, nou niet appeltje, maar het is een appeltje voor. Wie doet liever helderheid en contrast? Ook goed. En een fotograaf vindt misschien belichting logischer. Dus de vraag is niet, welke van deze vier zijn het beste? Als we al een voorbeeld pakken van deze, ik wil het lichter of donkerder gaan maken. Je kan op heel veel manieren dingen lichter en donkerder maken. Hier zijn maar liefst 4 commando's om dat te doen. Welke is de beste? Daar gaat het niet om. De vraag, welke vind jij prettig? Als ik een fotograaf ben, dan vind ik misschien de commando belichting wel prettig. Want ik wil hem meer belichten. Ik had de lens beter moeten laten belichten. Langere belichtingstijd. Of minder. Dus een fotograaf vindt dit misschien wel handig. Iemand die vroeger veel lithografie heeft gedaan. Of met scans heeft gewerkt. Met fotografische scanners. Die vond misschien het commando van de curve wel prettig. Want vroeger werd heel veel met curves gewerkt. Dus als die persoon zegt van ik wil de foto lichter maken. Dan zou hij de curve een beetje optillen. Hop. Wordt de foto lichter. Dus een andere benadering, maar hetzelfde resultaat. Voor een groot deel. Als ik daar niks van snap, van curves en van de belichting. Ik vind contrast en helderheid al moeilijk zat. Nou, doe ik contrast en helderheid. Aanpassing, helderheid en contrast. Ik wil meer helderheid en meer contrast. Nou, dan wordt het ook goed. Ja? Dus de vraag is nogmaals niet welke is beter, maar welk commando spreekt jou meer aan als persoon. En dan vind ik die niveaus, vind ik eigenlijk wel, ja, ik persoonlijk vind dat eentje die toch wel het lekkerste is. Want dan zie je toch al redelijkerwijs wat erin zit en die ga ik toch iets meer aandacht geven. Want dan zie je wat er al in de foto zit. Stel je voor, je zou alle pixels in deze foto gaan turven in licht en donker. Je zou ze allemaal van dichtbij gaan bekijken, al die pixels in deze foto van dichtbij. Ik zou ze allemaal gaan turven, daar zijn ze. En ik zou gaan tellen hoe licht of donker ze zijn. Dat zou ik in een soort grafiek weergeven. Hoeveel donkere pixels er zijn en hoeveel lichte pixels er zijn. Nou, je ziet het al snel genoeg. Er zit niet veel licht in deze foto. Want ik mis hier ook een paar bergen. Dat is een mooi, oh, dat is een speciaal scherm. Dat kan dus interactief laten zien wat ik bedoel. Zie je dat? Ja, dat is mooi. Goed scherm. Dat is een 3D hypertouch scherm dit. Dus ik had er ook een bergje verwacht. Dat er ook iets zou zijn. Een normale foto. Nou, als ik nou andere foto's zou pakken. Bijvoorbeeld deze hier net van die meneer met die voetbal. Deze hier. Als ik hiervan de niveaus ga vragen. Afbeelding. Aanpassingen. Niveaus. Dan ziet het er zo uit. Ja? Dus het bereik van de foto, van donkerste tot lichtste, zit veel meer in. Ja, dan zit hier wel een hele erge piek in het wit. Zie je dat? Dat klopt, want er zijn ook heel veel, relatief veel meer witte pixels. Dus daarom zit hier een piek in het wit. En is het niet zoveel donker en rood. En een klein beetje zwart in de haren misschien. Dus wat dat betreft zie je meteen al dat dit op zich een goede foto is. Want hij heeft het hele bereik benut, snap je?
Zou ik een foto maken van een herdershond in de sneeuw? Hoe zou dat bergje eruit zien? Dus ik heb een sneeuwvlakte, heel veel wit en grijs, en dan een herdershond. Hoe zou het dan eruit zien, dat bergje? Dus ja, een beetje heel veel wit en een beetje herdershond. Hè? En een foto van een of andere wit spook op een donker podium. Nou, heel veel donker en dan een beetje een wit spook. Hè? Dus dat het bergen en dalen zijn, dat er dus pieken en dalen daarin zitten, dat is niet erg. Maar dat het maar het hele bereik gebruikt, dat is wel belangrijk. Okay? Dat de foto tenminste wel zwartste zwart en witste wit erin heeft zitten. Trouwens, die heeft niet het witste wit. Ik zie nog een klein beetje blijft wit. Dus ik zou een klein beetje kunnen schuiven van, nee, het moet echt wit worden. Nee, zo. Dan maak ik nu het lichtste het witste. Ja, behalve drukwerk. Hè? Hoe bedoel je? Ja, dan zou je een aanpassing moeten gaan doorvoeren. Of je kunt zeggen, ik doe het pas als ik de PDF ga maken. Dus dat kan later ook nog worden gecorrigeerd. Je hoeft niet te corrigeren al nu al, vind ik, voor wat drukwerk eraan zal veranderen. En als je de foto voor andere doeleinden wil gebruiken, wil je hem daar niet mee lastigvallen. Dus je kunt het latere stadium zeggen van, sorry, het mag niet het witste winnen, het mag niet. Maar ik kan wel zo nu al werken en pas op het laatste moment zeggen, als ik de PDF ga maken, dat een punt in het wit en een punt in het zwart zou moeten komen. Dus ik doe dat liever later in een stadium in InDesign of zo. Dus ik maak liever de foto goed, ideaal voor allerlei omstandigheden. Okay? Dus als we naar die foto gaan kijken van dat roosje. En even wat uitzoomen. Dan snap je nu ook dat hier, als ik hier die bergen van opvraag, die niveaus. Ja, er valt een hoop te winnen. Hè? Dus de foto heeft niet eens, ja, voorbij de 50% grijs zit er niks aan licht in. Dus ik kan nu zeggen, wat hier het lichtste is, grijs bijna, dat moet wit gaan worden. Dus ik ga dat witte friemeltje pakken en daarheen schuiven. Want jij moet dan maar even het witste. Kijk eens hoe het opklaart. Kijk, daar is het. Dus zo kan je de foto heel snel een correctie geven in lichtste of donkerste. Of zelfs de middentonen. Nou, die twee die kun je vrij goed wel zien waar ze zouden moeten beginnen. Sterker nog, met een knopje automatisch doet het zelf. Dus ik ben echt lui. Of ik schuif het zelf even aan. Die middelste is ook wel aardig. Met die middelste, maar dat is meer een smaakkwestie. Dus die technische uiterste, donkerste en lichtste, dat kun je al vrij snel zien in de foto. Of een beetje opfokken zelfs. Maar als je denkt van, ja, ik wil nu even de sfeer wat lichter of het donker in het geheel maken. Dat is die middelste grijze schuiver. Met die middelste kun je zeggen, ik wil overwegend meer wittere tinten, meer lichtere tinten. Of ik wil meer plaats maken voor meer donkere tinten, snap je? Dus zo kan je nog de sfeer ook nog een beetje bepalen. Maar het witste en het zwartste blijft erin zitten. Dus met die grijze in het midden kun je nog een beetje de sfeer, de balans een beetje verschuiven. Meer een smaakkwestie dit. Oké? Okay? Wat wel een mooie functie is, ik doe er even een heel kleine mooie functie bij. En dat is deze hier, dit foto. Dus ik vind hem zo wel goed. Zo, oké, een mooi beetje zachte, lichtere foto. Oh, trouwens, dat balkje hier beneden, dat vraagt iedereen zich altijd af, van, moet ik daar ook iets mee? Nou, met dit maak je het eigenlijk weer goed, of beter dan dat het was. Met die maak je het juist weer slecht. Dus dit commando kan dingen juist beter maken, of juist slechter maken. Zeggen, ik wil er helemaal geen donkere tint in. Ik wil die foto als een lichte waas gebruiken om er een tekst overheen te zetten. Dus je kunt hem met deze schuivers goed maken, naar smaak. Of je kunt met deze schuivers zeggen, ik wil hem juist helemaal geen zwart erin. Ik wil alleen maar lichtste tinten. Of een heel donkere foto, omdat er witte tekst overheen moet. Dus ik haal het wit er juist uit. Dus het zijn eigenlijk tegengestelde commando's hier in één paneeltje zitten. Snap je? Dus dat paneel invoerniveaus en uitvoerniveaus, dus is van, moet het juist wat erin komt beter worden, of wat eruit gaat juist slechter worden. Zeg maar, het kan allebei. Nou goed, ik heb het nu beter gemaakt als je het niet erg vindt. Oké. Okay. Een heel kleine mooie functie erbij is dit. Ik gooi even een pareltje erbij. Ik heb hier een foto met een enorme zweem. Een zweem is een foto waarin een kleur niet klopt. Een foto is misschien een beetje vergeeld of misschien een keertje opzettelijk zo gemaakt omdat ze het mooi vonden, maar het moet eigenlijk weer een normale kleur worden. En dat is dit niet dus waarschijnlijk. Hè? Zo'n zweem, als een foto een zweem heeft, ook dan pak ik die niveaus erbij. Ik stap even buiten het lesje, maar het is wel een leuke pareltje voor, nou, een pareltje voor de kenners en voor iedereen wel nuttig. Ik ga weer naar die niveaus. Ik ga naar de niveaus en ik zeg hier, met die pipetjes kan je aangeven, wat vind jij dat in de foto, niet beoordelend op die bergen, want de foto ziet er eigenlijk best niet slecht uit. Er zit redelijk veel donker en licht in, toch? Maar de zweem is raar. Er zit een beetje gelige zweem in. Dan kun je met die pipetjes kun je zeggen, ik ga zeggen wat ik vind dat zwart moet worden. En wit moet worden. En de leukste, neutraal grijs. Wat had zwart kunnen zijn in deze foto? Denk even met me mee. Wat had zwart kunnen zijn in deze foto? Want het is een foto, is misschien wel redelijk. Maar ik wil even zeker weten, wat had zwart... Het handvat van de tas. Daar precies onder haar arm, bedoel je dat stukje daar? Dus ik daarop inzoom en daar zeg van, nou, tik je met dat, nou, daar zelfs misschien. Inderdaad, vaak in schaduwpartij kun je dat goed zeggen, dan dit moet nu zwart worden. Dus ik heb het zwarte pipetje aangeschakeld. Ik zeg dus nu, klik, dit moet zwart worden.
Zo ook, wat kan wit worden? Wat had wit moeten zijn in deze foto? Het shirt. Ja, zit hier een heel klein glimmend plekje. Is dat misschien belangrijk? Of zou ik zeggen, nou, het shirt is ook belangrijker. Met de kans dat het daar een beetje uitbleekt. Maar ja, misschien is het belangrijker, dit beeld. Zullen we kijken? Je kunt het wel uitproberen. Ik pak het witste pipetje en zeg van, nou, dit had wit moeten worden, dit. Nou, eigenlijk is het dat wel geloof. Hij doet niks. Oh, hij staat niet aan. Ik vond het wel raar. Even aanzetten. En dan klik ik hier. Dus dat wat nu gelig is, wordt wit. Klaart toch een hoop op. Ik had ervoor gewaarschuwd, dan gaat het hier een beetje uitbleken. Maar ja, misschien is dat niet belangrijk. Ja. En we kunnen nog gaan doseren straks. Dat het op sommige plekken wel en niet gebeurt. Maar als ik het zo als één commando gebruik, dan is hier nu het witste tijd. Een beetje uitgebleekt daar. Ik zou het niet zo mooi vinden. Maar ja, het is nu wel een sprankelere foto. En dan nu het grijs. Wat had grijs moeten zijn in deze foto? Gewoon neutraal grijs. Ja, dat weten we niet exact natuurlijk. Hè? Dan moet ik bijna verzinnen wat dat grijs kunnen zijn. Ja, water en lucht en beton, dat is vaak grijs. Hè? Dus ik zou kunnen zeggen, of de stoep. Dus als ik vind de stoep, ja, als ik vind dat dat grijs zou moeten zijn, dan kan ik hier zeggen klik. Dan is nee, aanzetten, Peter. Aanzetten en dan doe ik klik. En dan is dit weer hopelijk de natuurlijkere kleur. Nou, ik denk toch iets anders ook. Maar ik kan dus zo gaan eiken wat ik vind dat grijs had kunnen zijn. Zie je? Dus van dit naar dit. Zo kun je een zweem uit een foto halen. Ik doe het een beetje grof nu. Doe het met wat meer precisie zelf eventueel. Maar zo kun je een zweem eruit laten halen. Dus in feite heeft hij nu... Ja, je ziet, er is geen verschuiving hier ontstaan. Maar hij heeft wel in de kanalen gedaan. Oh, de kanalen vinden mensen leuk. Of de kanalen spannend. Er is een rood kanaal. Daar heeft hij een flinke verschoven. Er is een groen kanaal. Heeft hij deze en een blauw kanaal heeft hij deze verschuiving gedaan. Zie je? Dus hij verschuift ze dan per kanaal. Terwijl in die stand RGB kun jij alleen maar de hele schuiver doen. Maar door die grijze te gebruiken zeg je, kijk eens per kanaal wat er in het beeld rood, groen, blauw verschoven moet worden. Dat is techniek, laat maar zitten als je niet wil weten, maar dat is wat er in de achtergrond gebeurt. Snap je? Bruikbaar, dit foefje voor die zweem eruit halen. Maar je had dus eigenlijk moeten weten wat er grijs zou kunnen zijn. Daarom zie je vaak bij een fotoshoot dat ze zo'n bordje meenemen van die vlakjes van de kleuren erop en er is ook altijd een grijze bij. Dan kunnen ze later een foto op zeggen en dit is neutraal grijs. Dan weet ik wel wat het neutrale licht is geweest in die omgeving. En ze nemen ook altijd bij video zo'n velletje papier mee om uit te witten, de witpunten te maken. Nou ja, ik vraag me altijd af, is dat papiertje wel echt wit? Misschien is het ook geler of grijzer. Maar we hebben altijd een eikpunt nodig. En als dat eikpunt er niet is, dan moet je maar gokken. Zoals ik nou doe van, nou, die stoep zal waarschijnlijk grijs zijn geweest. Oké? Okay? Zo kan je een zweem uit een foto halen als die opzettelijk of per ongeluk erin is gekomen. Terug naar die niveaus, terug naar onze foto. Dus ik wil graag deze foto een wat frisser maken. Ik heb hem nu frisser gemaakt met het commando niveaus. Dus hij is nu een stuk frisser geworden. Oké? Okay? Als ik ga kijken naar wat het heeft opgeleverd, dan is het van ja, het is een leuke frissere foto, wat lichter. Maar ik kan hem toch eigenlijk liever weer wat donkerder maken. Ja, dan kan ik weer niveaus doen. Niveaus, ze willen hem weer wat donkerder maken. Dus meer zo. Nou, dan komt de volgende weer langs en van hij moet eigenlijk weer wat lichter. Ja, blijven eraan. Maar je merkt nu, als ik het vaak genoeg doe, en iemand wil hem heel erg fris hebben. Nou, heel fris, vooruit, jij je zin. Ja, wat doe je nou? Dat is helemaal niet goed. Je ziet dat er komt steeds meer verlies aan nuances. Als ik dat paneeltje steeds erbij pak, het werd van mooie zwarte partijen, wordt er meer een soort fietsenrek. En dat is gevaarlijk. Als het te veel een fietsenrek gaat worden, door dat gecorrigeer heen en weer, dan ga je toch echt wel... U wordt gebeld door de politie, denk ik. Ja. Die wil weten waar u bent. Ja, uw enkelband is al een kwartier lang uit, dus moet even melden. Ja, dat kan gebeuren. Ja, ik ben de hele dag hier geweest, zeg maar tegen ze. Dus dat fietsenrek wat ontstaat, is een teken dat ik nuances ga verliezen. En dat is gevaarlijk. Dat zie je op het scherm niet zo snel. Maar als je dus dit zou drukken, dan zou er dus juist in die mooie glooiende partijen hier, zou je van die streepeffecten kunnen gaan zien. Wel eens gezien in de afdrukken, of op het scherm al ziet, is het echt te laat. Dan ben je echt te ver gegaan. Of je hebt misschien een leuk effect. Ik zal het even overdrijven, dat effect. Dan weet je waar je op moet letten in drukwerk, als het gebeurd is, helaas. Of in een proefprintje. Nou, een proefprintje moet dan wel met een goede printer zijn gemaakt. Dus dat is dit soort effecten. Dan ga je posterisatie ga je krijgen. Hoe heet het ook alweer? Zat er poster niet bij? Huh? Posterisatie. Kleurend beperken. Zoek het nou, Peter. Je zit gewoon te... Huh? Sorry, ik zit eventjes... beperken. Nee? Oh, ik dacht posterisatie. In het Engels heet het posterize, maar ik weet niet meer hoe in het Nederlands posterize. Oh jee, oh, dan ga ik helemaal af. Kleuren beperken. Waar zit het nou? Aanpassingen. Kleur. Lezen, Peter, niet kijken. Lezen.
Kleur afstellen, kleur. Egaliseren? Nee. Waarden, waar, zeg het. Waarden beperken. Kleuren beperken, waarden beperken. Nou, dit, hè, daar zijn we. Waarden beperken, welke halve zol heeft dat nog even vertaald, de vorige versie? Stond vroeger kleuren beperken of iets in die geest. Ik wil maar 4 niveaus in ieder kanaal. Dus ik heb nu in totaal 4x4x4 is 64 kleuren hierin. Dus, nou, dat is een fietsenrek als ik dit laat zien. Kijk, nou zie je wat ik met een fietsenrek bedoel, zie je? Maar dat is heel overdreven, ja? Dus als ik dit ga krijgen, als ik dus meer van die witte strepen tussen ga zien in zo'n niveauspaneeltje, dan weet je van, oeh, oppassen, ik ben te veel aan het corrigeren. Ik heb te veel op en neer gecorrigeerd of te heftig gecorrigeerd. Een hele donkere foto kon ik heel mooi licht maken, maar misschien als er te veel fietsenrek komt, dan had je beter een andere foto kunnen gaan gebruiken. Ja, of beter kunnen belichten bij de fotografie zelf. Houd het even in de gaten. Dus let op de fietsenrekken als je te veel gaat corrigeren. Wat voor een commando je ook gebruikt. De helderheid, contrast, niveaus, curve, belichting, maakt niet uit. Het is alle vier wel gevaarlijk op dat punt. Daarom dat ze in het boek gelijk iets anders heel belangrijks doen. Als ik even terug ga, even de tijd letten. Oeh, ik ben te lang met een inleiding bezig geweest, vrees ik. Nou, ik ga even terug naar af, F12. Daar zijn we weer. Dus als ik een commando ga gebruiken, en nou ga ik een heel belangrijke scheidslijn aangeven. In het lage paneel, lage. Dan kunnen we die commando's... Bij afbeelding, aanpassingen. Wie gebruikt die al een beetje, dit rijtje? Een van deze vier, wie gebruikt ze al? Ja, die moet je eigenlijk niet meer doen. Moet ze eigenlijk voor je gaan afschaffen. En afleren. Want die zijn, zoals het heet, wie weet al waar ik naartoe wil, die zijn destructief. Ze verknallen de foto. De pixels van de foto worden aangepast, die laag wordt aangepast, de pixels krijgen andere tinten, ze bleken uit of ze lopen dicht, of er wordt een fietsenrek gemaakt. Dat is gevaarlijk. Dus wat ik liever doe... En dat hebben ze pas later ingebouwd in Photoshop. Nou, later, al heel lang geleden. Maar later, nadat dit er was, zeiden ze, we willen het toch wat veiliger gaan maken. En de computerkracht bood dat als een mogelijkheid op een gegeven moment. Dus hebben ze die commando's hier van afbeeldingen aanpassingen, hebben ze vertaald naar aanpassingslagen. Geen beeldlaag, maar een aanpassingslaag. En die zitten hier. Datzelfde riedeltje, daar zijn ze weer. Zie je? Helderheid, niveaus, curve, belichting. Dus als ik ze hier doe, niveaus... Dan liggen ze er als een laag overheen. Dit is geen paneel met een oké-knop. Dat is een paneeltje, een eigenschappenpaneel. Dat komt tevoorschijn. Dat kun je ook in beeld laten staan. Gezellig. Maar dat zal altijd kunnen corrigeren wat jij wil. En het wordt niet in de foto doorgevoerd, maar als een laagje eroverheen gelegd. Dat heet dan non-destructief. Dus wat we ook willen, kan geen kwaad. Als ze later zeggen, ja, wat heb je nou gedaan? Die foto moest juist heel erg licht worden. Oké, dan maak ik hem heel erg licht. Zo, huppakee. Dan zou ik dus nu een enorm probleem veroorzaken. Nee, geen enkel... Dit is dus als je niveaus gaat kijken, blijft er niks van over bijna. Een fietsenrek tot en met. Maar er gebeurt niks, want in die laag hangt dat er overheen. Dus ik kan nog steeds zeggen, nou, ik wil het toch weer anders. Dus zo'n twijfelkonten of van die klanten die nooit tevreden zijn, kun je altijd nog zeggen van, nee, wilt u dus dat helemaal licht maken? Of wilt u weer gewoon? Of wilt u meer naar de donkere kant of meer naar de lichte kant? Is niet erg. Het heeft geen effect op de pixels van die laag die eronder zitten. Het is een altijd werkende correctie over die andere laag heen. Snap je? Dus dat is dus een non-destructieve aanpak van iets waarvan ik niet zeker weet van, ja, willen we linksom of rechtsom? Je weet niet, ja, dan doen we maar zo. Dus een heleboel van die functies in dat paneeltje aanpassingen, die hier staan, nou, ik moet even het beeld aanwijzen. Een heleboel van deze aanpassingen komen dus terug in het rijtje. Vrijwel alle. Dat hele riedeltje komt hier nog een keer terug. Dus of je nou een van deze vier gebruikt, of iets met de kleur wil gaan doen, misschien wil je een kleurbalans flikken, of wil je een kleurtoonverzadering flikken. Ik wil de foto heel erg in het paars gaan krijgen, of een paars maken, dan ga ik alles vullen met paars. Hoppakee, paars. Dan ligt dat als een laag eroverheen. Het kan geen kwaad. Als ik die aanpassingslagen, er zijn geen beeldlagen, er zit geen beeld in, er zit een aanpassing in. Dat ik ze uitschakel, dan is er niks aan de hand. Zo. Dat is natuurlijk veel veiliger om zo te werken dan de laag verknallen en dan moeten zeggen, oh sorry. Daarom zie je ook altijd mensen die van die dubbele lagen kopietjes maken. Dan kan ik ook terug als het misgaat. Niet doen. Dat scheelt je ook een hoop bestandsgrootte. Anders heb je twee keer die laag erin zitten. Dus een aanpassingslaag kost niks. Dat is een instructie van een paar kaden. Het zit er gewoon overheen te lummelen. En het beeld zit daaronder. Die heeft daar geen last van. Ja? Afgesproken? Vraag. Kun je zo'n laag kopiëren? Sorry? Kun je zo'n laag kopiëren? Ja hoor, ik kan het kopiëren en zeggen plakken maar over. Even kijken, gaan we die voetballen gaan we paars maken. Kopieer. Moet je wel een versie 2018 op zijn minst hebben. Want daarvoor kon je geen laag kopiëren. Heel stom. Kopieer hier. En plak hem bij de andere eroverheen. Over het Ajax shirt. Plak. Hop, daar is hij.
Oh, ik heb de niveaus gekopieerd, sorry. Mijn fout. Ik had die moeten kopiëren. Kopieer. Ik doe even klavertje C, hè. En dan pakken we de andere foto. Plak. Nou, dan wordt hij nu paars, zie je. En die niet. Die mag weer terug, zo. Ja? Makkelijk zat. Afgesproken dus. Dus misschien liever in plaats van klavertje M en klavertje L. Ik weet het, het is in die vingers ingebakken. Liever een commando dat dus een aanpassingslaag maakt in plaats van een aanpassingscommando doet. Het is zuiniger. Nou ja, zuiniger. Het is efficiënter. Het is veiliger. Het is beter. Oké? En zo, dat zit er al heel lang in. Voor mensen zeggen van, oh, is dat nieuw? Nee, dat is versie 4. Nee, niet CS4. Nee, 4. Uit 1953 of zo. Dus het zit al heel lang in. Maar mensen hebben het vaak niet door dat het erin zit. Dat het een goede aanpak kan zijn. Als ik nou denk van, ja, ik wil graag dus die foto. Hè, dus stel nog even een leuk dingetje erbij. Even een ander stapje nog erbij. En dan gaan we even pauzeren. Stel ik wil in die foto. Ik wil bijvoorbeeld graag dat. Eigenlijk wil de foto helemaal geen kleur. Dat zie je heel vaak. Instagram effect nummer zoveel. Iedereen zegt, oh, dat wil ik ook. Zo'n foto waarbij deze maakt de foto goed. Hè? Ik zal het even weer uitzetten. Dus deze maakt de foto goed. Deze maakt de foto paars. Of, als je op dat icoontje hier klikt, tadaa, die. Dan kan ik dus de eigenschap weer zeggen van, nee, ik wil geen paars. Ik wil eigenlijk helemaal geen kleur. Ik wil niet vullen met een kleur. Ik wil de kleur eruit gooien. Verzadering eruit. Helemaal geen kleur verzadering. Dat het een zwart-wit foto wordt. Dat wordt een zwart-wit foto. Maar hier zit nog een icoontje naast. Dus dit is de instelling van dat paneel. Dit icoontje, dat is het masker voor deze laag. Alles wat ik hierin ga kliederen met zwart of wit, wordt wel of niet gedaan. Dus ik kan met een kwast, een grote zachte kwast, zo, dat is een hele mooie zachte, nou kan nog wat groter. Ga ik zeggen waar je dat dan niet moet doen. Dus ik moet dan met zwart pakken, want zwart is dus, ik ga het niet doen. Dus ik ga even dat, nee, helemaal niet onderaan. Zit een zwart, ja, hij staat op, nee, wisselen. Zwart. Zwart zit boven nu, hè. Even kijken. En even wisselen, x-toets. Zwart zit boven, ik krijg zwart niet boven. Even zwart boven. Zo, ja. Nu zit zwart boven, hè, zie je? Dus mijn kwast heeft nu zwarte inkt. Ja, als ik in het beeld ga zitten kliederen, zie je zwarte inkt. Maar dat wil ik niet. Ik wil dus graag met die kwast in het kleurtonverzalingpaneel gaan zeggen dat ik dus graag het niet in de roos wil laten gebeuren. Dus ik ga die roos eigenlijk zeggen, en hier niet ontzadigen. Dus die ontzadiging van dit commando wordt daar niet gedaan. Dus die vlek geeft aan, daar niet. Dus hij doet het alleen in die rand erbuiten. Grappig, hè? Instagram effect nummer zoveel. Oh, dit wil ik dus niet. Dus wat jij doet in Instagram is in feite hier hetzelfde. Je maakt een laag met een aanpassing, kleur eruit, en daar niet. Ja? Dus als ik zeg, ik wil de foto ook lichter en donkerder maken, hier bij de niveaus. Die niveaus maken het lichter en donkerder. Misschien wil ik dat op sommige plekken wel, op sommige plekken niet. Dus ik zeg van, nou, doe die niveaus hier maar niet. Dus dan mag het daar donkerder blijven misschien zo. Nou, dat is een beetje raar. Laat maar zitten. Toch geef ik die verzadering toch een beetje terug hier. Dat hij toch een beetje kleurzweempje erin heeft. Een beetje, zo wat ietsje gezelliger, zo zie je. Toch ietsje warmer weer. Goed, dat is dus een groot deel, nou eigenlijk les 1. En voor heel veel mensen die nog nooit met Photoshop hebben gewerkt, een belangrijke eye-opener. Dat we dus enerzijds hebben we de commando's die dus iets kunnen doen meteen in het beeld. Maar er is een andere techniek van denken, een andere tendens daarin van zeggen, nee, ik doe het non-destructief. Dan is dit een non-destructieve aanpak van iets wat nog altijd kan veranderen. Ja? Goed zo? Duidelijke zaak? Wie gebruikte dit al? Nou, de rest dus vanaf nu dus ook. Hè. En het is goed om te doen, hè, denk ik. Hè. Je kunt beamen dat dit een belangrijke aanpak is, toch? Okay. Dus je kunt zo'n commando's met die eigenschapje blijven instellen. Gewoon bewaren zijn foto's op file. Die kun je altijd weer opnieuw instellen. Dus geen oké-knop, het is nooit af. Je kunt blijven peuteren eraan. En je kunt een masker erbij gebruiken om te zeggen, waar wil ik het niet laten gebeuren? Dus dan kun je dus wat gerichter daarin werken. Dus als ik bij die dame van zo net vind dat commando wat ik gebruikte om dus die kleuren te laten ontkleuren, of wat was dat, met de meid met die zweem. Dat ik van, ja, ik wil die meid met die zweem gaan doen, maar ik wil het dus niet met het commando oké. Nee, ik ga dus een niveaus eroverheen gooien, niveaus. En ik ga zeggen, ik ga dus het grijs pakken, het grijs pipetje zit nu daar, dit had het grijs moeten zijn. En ik ga het wat lichter maken allemaal, want dit had wit moeten zijn. Dit had wit moeten zijn, hier is wit, wit, daar. Maar misschien is dat, nee, oh, dan heb ik dat wit aangewend. Maar ik wil het niet hier laten uitbleken. Dan zou ik kunnen zeggen, doe het niet overal, maar met de kwast zeggen dus nu, hier misschien liever niet. Nou, dan wordt het ook weer geel. Dan moet ik eigenlijk alleen het wit en het donker, moet ik dan ook apart een laagje van maken. Ik doe nou te veel dingen tegelijk, zie ik al, dat wil ik niet doen. Moet ik eigenlijk twee aparte lagen maken. Eentje die dus de kleur eruit haalt, de zweem eruit haalt, en de andere die het misschien wat lichter en donkerder maakt.
En dan kan het daar dus voorkomen worden dat het daar gaat uitbleken. Enfin, zo kun je gaan nadenken over hoe je het dus voorzichtiger wil aanpakken. Oké? Okay? Acute vragen hierover? Toen waren ze stil. Oh, toch. Het lijkt alsof die foto die is oorspronkelijk een beetje gelig-bruinig. Ja. Dat is toch origineel, hè? Weet ik niet. Misschien heeft iemand dat vond het leuk om een mooie warme foto van te maken. Misschien dat iemand in zo'n kleurbalans hier een keertje in zijn oorspronkelijke foto, als deze ook weer terugzet. Misschien dat iemand dus heeft gezegd van, goh, lijkt me leuk om die foto dus mooi zo te maken. En dan nog een kleurbalans. Hier, afbeelding, aanpassing, kleurbalans. Maar ja, dat hebben ze destructief gedaan. In plaats van hier beneden zit hij ook. Nee, dat hebben ze destructief gedaan. Dan hebben ze hier dat gedaan, zo, kleurbalans. Oh, het is leuk, een beetje warmere foto. Een beetje meer geel, een beetje meer rood. Ja, zo kan het ook, hè. Soms dan maken we een foto smaakvol door er een zweem erin te zetten in plaats van eruit te halen. Gewoon voor de smaak en de sfeer moet ik er weer eruit gaan zitten halen. Want ja, ik heb nu met oké het origineel verknald. Dus als ik dat niet zo zou hebben gedaan, dan hebben ze gezegd van nee, kleurbalans. Ik wil een warmere foto, maar nu niet met een commando, maar met een paneeltje. Een warmere foto maken. Ja? Dan zit het er overheen. En dan is dit de originele nog steeds. Ja? Ook in het kleurhoekje zitten wat dublures, hoor. Ook bij kleur kun je een ruzie maken over wat voor een handiger is. Een fotograaf wil misschien een fotofilter ervoor schrijven. Die zegt van, oh, ik pak het fotootje, filter nummer 85. Die duikt in zijn tas. Oh, moet ik zo'n filtertje ervoor schrijven? Nummer 85, nou, daar is hij. Warmere foto. Of toch liever de andere. Een koeler filter. Nou, dan maak je een koeler filter ervan. Een fotograaf zou dat makkelijk vinden. Iemand die grafischer is, die zou dus kleurbalans gaan pakken. Dus ja, wie ben jij, is de vraag. Niet hoe moet het, maar wie ben jij? Welk commando vind jij prettig om te gebruiken? Welk spreekt jou aan? Ja, zo krijgen ze zo'n programma wel vol, hè? Met al die dubbele dingen erin. Oké? Okay? Korte stop eventjes. 10 minuutjes. Even wat kletsen en wat de benen strekken. Wie de regels van typografie wil overtreden, dat was het woord, moet ze eerst leren kennen. Moet ze eerst kennen. En als je ze kent, ga je ze waarderen meestal. Dan zeg je, ik ben een kunstenaar, ik trek niks aan van de regels. Maar wat zijn die regels dan? Ja, dat weet je niet. Nou, leer ze eens. Oh, ze zijn eigenlijk best wel mooi. Ja, dat dacht ik al. Dat heb je heel vaak. En voor de echte liefhebbers, dit boekje is helemaal ernstig. Mensen die zeggen van, ja, ik doe niks met regels, ik doe het op gevoel. Ik ontwerp met gevoel. Nou, dat gevoel, dat blijkt gewoon ook regels te zijn. Design principles. Dit boekje zijn de beste 12 euro die je ooit kan uitgeven. Dit kleine boekje, zo groot, zo, zo. Komt die? Ja, dit dingetje. Het is niet veel groter dan op het, nou, het scherm is hij al groter, zie je dan. Zo'n klein boekje zo, zo dik. 150 regels over design het algemeen. Hoe dat dan naar het vak vertaald wordt, maakt niet uit. Dat heeft met de psychologie van mensen te maken. Dus als je dit boekje in je achterkont had, hier zo'n achterzak, nou dan heb je alles altijd bij de hand voor alle design kwesties aan te kunnen. Het is belachelijk, hoor, voor 12 euro, zie je. Nou, 10, 12 euro, dollar, weet ik veel. Ligt aan hoe het staat. Nou, daar hebben we het wel over. Voor de liefhebbers, maar het was even de pauze een dingetje over. Ja, ik heb de stickertjes even allemaal geclusterd. Tot hoe laat hebben jullie? 7:30? Oké, okay, we zullen zien. We kijken hoe het vaart. Het is nu 4:00. Nou, een uur wordt het toch wel. En dan moet even Nico aankijken. We gaan kijken hoe het vaart. Ik pak ze zoveel en zo snel mogelijk als het kan. Ik had het beloofd, dus we gaan ons eraan houden. Er waren een paar hele korte kleine vragen. Een heel cluster hier ongeveer. Dat gaat in op dingen vrijstaand maken. Oh, ik heb een foto en de rest moet weg. Ja, ik heb net voor de pauze verteld, dat gaat niet zomaar. En toch liggen er weer 8 stickertjes. Van, hoe kan dat dan? Hoe moet dat dan? Nou, dat kan soms wel, maar je hebt alle hands aan dek nodig. Quora is een website waar ik vaak ook verhalen op zet of antwoorden geef op mensen die een vraag stellen over Adobe dingen en al dat soort zaken. En als ik daar alleen al kijk van, ik zoek op Adobe of Photoshop background, hele rijen mensen die het allemaal vragen. Allemaal vergelijkbare vragen ook. Ze zijn heel kleine nuances. Af en toe allemaal vragen over van, hoe moet ik de achtergrond kwijtraken? Hoe moet ik het vrijstaand maken? Het schijnt een dingetje te zijn. Het is nogal ingewikkeld, geloof ik. Iets achtergrond schoonmaken. Gaan we doen. Heel cluster ga ik even aandacht aan geven. Zijn we mooi even mee bezig. Maar ik pak eens even een paar kleine krenten uit de pap als je niet erg vindt. Er was hier eentje bijvoorbeeld. Waarom is de basisfoto, waarom heet die achtergrond? Dat klopt. Als ik een foto pak zo, even Photoshop, dan heet die of een foto die ik net gemaakt heb, vers gemaakt, deze foto. Nico, mag ik die van jou pakken? Ja hoor, we pakken Nico erbij. Hier is Nico. Dat was er net van Nikino, dat heb ik net gemaakt. En dan heet dat ding altijd achtergrond. Nou, de achtergrondlaag is eigenlijk geen echte laag. Het is gewoon de bak met pixels die gewoon nu voor je klaar ligt. En die heet dan achtergrond of background in het Engels. Maar ze hadden net zo goed kunnen zeggen onderkant of vlak. Of hoe zou jij zeggen? De basis, weet ik veel. Maar het is gewoon een lap pixels
die gewoon is binnengehaald. De data is daar van binnen gekomen. Dit zijn de kleuren, dus dit zijn gewoon de pixels. Alleen is één groot verschil. Die pixels die zijn nog niet doorzichtig. Dus hij kan zich niet als een laag gedragen en in een stapelvolgorde hoger en lager gaan liggen. Dus als ik dat ding op ga plakken, nou dan heb je die weer. Oh, dat is die ene laag van dat paars maken, dat is niet handig. Dus als ik een ander beeld ga pakken, stel ik pak deze, ik selecteer deze foto, de roos met de snelle selectie. Wil ik dus in de rooslaag die, ga ik dat even pakken, dit zo. Kopieer hier en plak hem daar erin. Hup, nou ik plak hem hier erbij, bij haar erbij. Hoppakee, plak, plak, heb ik weer een laag. Dus, maar die laag, kijk, als ik nu die andere even uitzet. De, Klavertje V. Klavertje V. Daar, Klavertje V. Plak. Appeltje. Er staat geen appeltje al 20 jaar. Ah, Klavertje V. Appeltje. Nee, dat vond meneer Jobs niet mooi, al die appeltjes. Ja, nee, Jobs zei, ik wil maar één keer een appeltje op mijn scherm, boven de hoek. En niet 20 in zo'n commando. Ze hebben geen zin in. Dan zouden we over appeltje, 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 appeltjes. Vond het niet mooi. Dus dan moet een klavertje worden. Ja, meneer Jobs, hè, vond het belangrijk. Dus als ik nou die laag, het oogje uitzet, die achtergrondlaag, die dan achtergrond heet, kennelijk. Dan kan ik de ruitjes... Die heilige ruitjes, die zeggen dus daar zit niet ruitjes, daar zit niet grijs of wit, daar zit gewoon niks. Daar kan je doorheen kijken, je kan eigenlijk zo, ik kan zo door de scherm heen kijken. Dus alles wat erachter ligt, zoals deze, is de achtergrond die daar dan achter ligt. Maar alles wat erachter ligt, ook als het geen achtergrond zou zijn, als ik tussen een ander dingetje zou kopieën plakken, stel ik plak Nico er een stukje erbij. Hier een stukje van Nico erbij pakken, zo, hoppakee. Ik doe even heel smerig nu. Ander bestand, heb ik gekopieerd? Weet ik niet. Klavertje C. Ander bestand, klavertje V, plak. Nee, niet hier, met die andere, daar. Nee, daar, plak. Zie je, dat groeit als kool, nog een laag erbij. Dus al die lagen opeengestapeld, daar kan ik doorheen kijken. Dus ik kan er doorheen kijken en zien wat er dus achter ligt, zie je? Alleen die achtergrond dus niet, daar kan je nog niet doorheen kijken. Daar kan ik ook iets onder slepen, dat kan niet. Die zal altijd onderop liggen, de achtergrond zijn. Als een soort placemat waar je niet doorheen kan kijken. Snap je? Pas als ik dat slotje uitzet. Klik. En ik ga dus hier met een gum in gaan zitten kliederen. Gum. Daar is de gum. De gewone gum. Dan komen daar ook de ruitjes tevoorschijn. Zie je dat? Zolang dat nog niet het geval was. Herstel. Zie je? Mag het, dan wordt het gewoon wit. Of de kleur die toevallig hierin staat. Misschien staat er grijs. Wordt het toevallig grijs. Dan krijg ik de achtergrondkleur. Daarom dat het hele dingetje daar ook achtergrondkleur heet. Dat wordt de kleur die je krijgt. In een laag die geen echte laag is. Dan krijg je de achtergrondkleur. Ja? Dat is dan nu grijs. Terwijl als ik dus zeg van zet hem maar uit. Wordt het nu een echte laag. En een echte laag die kan transparant worden. Zodat ik dingen erachter kan leggen. Snap je? Daar is hij. Zie je? Ja, Nico weet niet wat hij nou met die dame moet. Maar dat is zijn probleem. Ja? Beantwoord dat de vraag waarom het achtergrond heet? Ja, de naam is misschien ook maar een keuze. Maar er is technisch een belangrijk verschil. Hij zal altijd onderop liggen en hij is nog niet transparant. Het is gewoon een bak met pixels. Dus er zit nog geen transparantie in. Nog geen plek van waar niet. En dan kan ik de ruitjes gaan zien. Dus ik kan er niet doorheen kijken. Nou, dat is er wel eens eentje. Iemand vraagt... waar heb ik die sticker? Oh, dat was die, ja. Achtergrond. Nou... Check. Nog eentje. Iemand vroeg, dat is een leuke functie. Even een nieuwe functie. Iemand heeft dus, ik zal deze even afsluiten. Ik wil graag in dit beeld bijvoorbeeld een andere foto er steeds bij. Even dat rare paars uitzetten. Klik, geen paars meer. Nu zie ik het gewoon. Hè? Dus ik zie dus nu de foto met twee van die lagen hier erin zitten. Nou, die kijk ik even niet naar. Ik wil dus graag een ander beeld ernaast zetten als een soort extra kadertje, een soort inzetje. Dus ik zou een andere foto erin willen plakken, of plaatsen. Dus als ik hier een andere foto pak, bijvoorbeeld van het gebouw, pak maar eentje. En ik pak hem hier vast en ik sleep hem hier naar het scherm. Of ik zou het commando plaatsen gebruiken, dat kan ook, doet hij hetzelfde. Ik heb nu even gesleept, dan kan ik het hierin zetten en dan staat dus nu één laag zo. Dus ik heb een laag erbij gekregen, zie je dat? Daar is de laag, daar hangt het gebouw. Dat is dan wel nu een slimme laag geworden, heet dat. Een slimme laag, dat is slim, omdat die is niet gewoon geplakt, die is geplakt. Plaatst, erin geplaatst. En als iets plaatst, wordt het meestal ook een slimme laag. Wat is daar zo slim aan? Nou, ik kan dan blijven trekken en duwen. Als ik hem dus groter maak, dan blijft hij nog altijd scherp. Kijk maar. Nou ja, hij kan niet scherper worden dan dat hij was. Maar als ik hem heel klein zou maken, die laag. Zo klein dat er alleen nog maar een paar pixels zijn. Ga maar van dichtbij kijken. Zie je dat er bijna niks meer in zit, in die pixels. Kom eens even hier. Hoppakee. Kom eens even hier. Zie je, er zijn nog maar een paar pixels. Zie je dat? Bijna niks meer van over. Als ik dat met een normaal geplakt beeld zou doen en dan zeggen, wat heb je nou gedaan, die moeten we groter. Ja, dan heb ik een probleem. Want door het verkleinen zijn ze kleiner geworden.
minder pixels geworden en dan is dit wat ik heb. Zou ik dat dus met een gewoon stukje geplakte laag doen, dan heb ik een probleem. Als ik het nu doe met deze slimme laag, dan blijken die pixels nog gewoon allemaal erin te zitten. Is er niks aan de hand. Ja. Ja. Door een ander bestand te plaatsen in plaats van te plakken. Als iets plaatst, dat kan op meerdere manieren, met een commando hier, plaats ingesloten. Of door het te slepen als je handig bent met je schermen. Dan kan ik wel die nu slepen in die andere. Kan ook, nou heb ik twee foto's in. Heb ik de foto in zichzelf ook nog een keer vooruit, maar maakt niet uit. Dus zo kan ik beelden gaan plaatsen. Ja? Dus ik plaats een beeld. En als het geplaatst is in plaats van geplakt. En ik zeg, oké, daar staat hij goed zo. Stel, ik heb hem maar heel klein gebruikt. Zo heel klein inzetje. Als ik hem later groter ga maken. Zie je dat gekke icoontje eraan zitten daar? Zie je dat icoontje? Wil dat zeggen, want dit is een slim laagje. Als ik normaal iets zou plakken. Plak, let op het verschil. Als ik zou plakken. Nou, daar komt Nico weer. Daar is hij weer. Dan zit dat icoontje er niet, zie je dat? Dus als ik Nico nou heel weinig pixels geef, door hem heel klein te maken. Nico is zo klein hier in de zee. Daar is hij. En ik zeg, wat heb je nou met Nico gedaan? Bijna geen pixel meer van over, joh. Ik zie bijna geen wimpels meer en zo. Dat zou ik sowieso wel niet, maar dus dit ervan over. Als ik dit dus nu groter wil maken, zou het dan goed komen of niet? Nee, hè? Want deze laag is niet slim. Dus het wordt alleen maar nog erger. Ja? Terwijl als ik dat manneke hiernaast ga zitten pakken en zeg, ja, die moet groter worden. Dan blijken alle pixels nog aan boord te zitten. Slim, hè? Dan zeggen mensen, waarom doet hij dat niet standaard? Dat is toch het slimst. Maar dan wordt je bestand behoorlijk groot. Want al die lagen blijven al hun pixels bewaren. En soms weet je gewoon wat je wil. Dan denk je, nou, gewoon weg met die pixels. Ik plak het, het is klaar zo. Ja? Nog een nadeel, je kunt er niet rechtstreeks aan werken. Als ik dus in deze slimme laag, dat logotje van Adidas. Zou dat logotje weg kunnen? Daar, dat logotje van Adidas, daar. Maar ik kan het beter even hier een andere laag even. Nou, nee, ik moet die slimme laag pakken. Dus als ik hem weer groter maak, zo. Zo. Kan het logotje van het Adidas weg in deze slimme laag? Nou, misschien dat mensen al werken met Photoshop en weten dat ze met dat mooie retouchegereedschap hier kunnen zeggen, ja, dan ga ik dat even. Dan kan het niet in die laag. De slimme lagen zijn slim in hun pixels, in hun grootte, draai, kan allemaal geen kwaad. Maar als je erin wil gaan werken, dan werkt het niet. Dan moet je hem eerst even openklikken. Klik, klik. Dan start hij als een apart bestandje, zie je? Dus eigenlijk is dat brokje wordt nu opengetrokken. Zo, oh, dat is dat brokje. Daar kan ik dan nu aan gaan zitten werken. Want hier kan ik wel werken. Kijk maar, logotje weg. Zo, weg met dat logo. Hop, weg. Ja, magie hè, van Photoshop. Hij weet van, zit er rood omheen? Dan zal de rood wolk aan de binnenkant moeten. Dit gereedschap. Ja. Snellere toespenseel. Ja. Die is goud waard. Mm-hmm. Waar je hem aanwijst. Het is niet zozeer belangrijk wat weg moet. Kijk, als ik zeg, dit moet weg, ja, dat snap je. Maar wat moet er voor in de plaats komen, dat is de grote vraag. Dus als ik dus dat dingetje ga gebruiken en ik poets hier overheen, dat ik dat ding bedek, is duidelijk. Maar de rand wat ik aanraak is rood. Dus hij weet van, volgens mij wil jij rood dus nu naar binnen laten vloeien. Dus de rand van het gebied wat ik aangeef is eigenlijk belangrijker dan dat dat dingetje weggaat. Dat dingetje gaat wel weg, maar wat moet er voor in de plaats? En wat ik zei van die klok. Dus als ik de rand zo aangeef met dat gereedschap, of dit hier, hè, hier zit ook. Wat zit er omheen hier? Allemaal rood. Dus het gaat niet om wat er weggaat, het gaat om wat er omheen moet. En de omgeving is vooral veel rood. Nou, dan gaat hij kijken. Heb ik nog andere stukken rood die misschien lichter of donkerder inpassen? Dan gaat hij kijken en dan laat ik los. En, oh ja hoor, heb ik wel. Klaar. Dus de omgeving is belangrijk. Dus de rand die hij aanraakt, die is belangrijk dat die klopt. Dat je dat hij kan weten van oké, dus dat moet daar dan naar binnen vloeien. Dus als ik die klok zou weghalen vanwege dat strepenpatroon en ik raak de randen van die streep aan, dus streep daar en een streep daar. Hebben we nog ergens stukken strepen? Oh ja, daar. Kom er maar van de plaats. Dus als jij zo kan met hem meedenken, dan weet je nu hoe je een beetje kan erop anticiperen of het gaat werken of niet. Ja. Zou ik dat Ziggo weg kunnen halen? Ja, het zit heel veilig rood omheen, hè? Dus ik kan zo redelijkerwijs dat ding zo wel weghalen, zo. En dan laat ik los en dan, hop, weg. Want ik denk, oh, rood. Hebben we nog ergens anders rood? Heel veel rood? Nou, dan gaat het toch goed. Kind kan de was doen. Deze foto. Uit het lesboek. Even zoeken. Het laatste gemaakt. Mapje gemaakt. Lessons. Ik zag hem daar al. Les 3. Les nummertje, of 2 zelfs geloof ik. Ja, 2. Ja, deze foto. Die openen met Photoshop. Nee, openen met. Oh, gewoon openklikken, Peter. Openklikken, daar is hij. Deze foto.
Even kort een paar handige trucjes hier, of trucjes, handige technieken. Ik ga hem eerst even met de uitsnedingsgereedschap ga ik hem draaien, dat hij wat rechter in zijn zo komt te liggen zo. Kan ik met het waterpasje doen eventueel, maar ik doe het even op het oog. Nou, waterpasje dan maar. Waterpasje, dit is volgens mij, dat had een rechte lijn moeten worden. Zo, dan hangt hij nu mooi recht, zie je? Dus je zult zoeken, wanneer is het nou waterpas? Nou, pak de waterpas. Dit is een waterpas, ja? Tadaa. Dus dan doet hij dat voor jou. Even wat kleiner maken zo. Ik kan een verhouding 1:1 blijven houden zo. Dus even de foto een beetje voorbereiden zo. En dan heb ik een prachtig mooi tafereeltje. En dan staat daar die lummel van die toerist, die staat daar. Ja, die hoort er niet bij. Kan die weg? Nou ja, laat me even zo zeggen, er zitten nog andere dingen die weg moeten hier. Ik ben even een uitstapje maken. Ja, gaan even wat rondspringen nu. Er zit nog een scheur of een vouw in de foto. Er zitten wat, hij is ook een beetje te donker. Even wat niveaus. Ik doe even niveaus gewoon zo hoor. Moet gewoon goed zijn. Moet er niet zeuren hier. Zo. Geen aanpassingslaag. Het is goed zo. Ja? Maar nu die vouw. Tja, nou dan gaan we weer hè. Retouchegereedschap. Je poetst over die vouw. Ja, even goed mikken, Peter. Ja, je kunt het. Kom maar. Dan ga ik dus goed mikken. En als ik nou die rand redelijk aanwijs. En het gaat niet om de rand die ik dus heb. Nou, niet om het ding wat weg moet. Maar om de rand die eromheen komt. Dat zwarte, grijze gebied. Dan moet ik even loslaten. Hoor. Ik krijg kramp in mijn vinger. Even los. En het is weg. Ja? Gaan we nog verder naar achteren. Hier. Er zit nog meer van die vouw. En we gaan allemaal weg. Hier. Zo. Nog meer weg. Ook allemaal vouw. Tot daar. En los. En het is weg. Want hij merkt aan de zijkanten van het donkere streepje van stenen. Hebben we nog meer stenen? Oh ja, hup, daar. Dat doet hij voor ieder plekje. Gaat hij kijken, wat zit er omheen? Wat moet er in de plaats? Oké, heb ik dat? Ja, heb ik. Gaat prima. Zo kan je al die vuiltjes gaan zitten weghalen hier. Hartstikke retoucheren. Hier een vuiltje, daar een peukje, daar een olievlekje. Hier een olievlek, daar een peuk. Ja, ik had ook als fotograaf dat van tevoren kunnen doen. Ben ik hier bezig met geschiedvervalsing? Nee joh, ik had ook van tevoren die peuken kunnen weghalen. Als je toevallig last hebt van smetvrees, dan doe je dat. Nou, dan ga je al die peuken weghalen. Zo en hier die rare plek hier in zit ook in een kauwgom onder de balustrade. Weg daarmee. Huppakee. Nou, zo word je overmoedig hè, met dat gereedschap. Hing dat ding maar 's ochtends naast je spiegel. Hè? Dan kon je al die puistjes even uitdrukken. Zo. Maar als ik dus nou dat manneke daar wil weghalen. Nou, dat is geen puistje. Dat is een heel mannetje. Dus ik ga wat groter gereedschap pakken. Ik ben nog steeds met die bezig. Hè, met die. Dus ik ga er nu overheen poetsen. Het gaat weer niet om het mannetje. Het gaat om de rand die ik creëer door dat gereedschap te gebruiken. Dus die grijzere, donkere rand. Die moet dus even over de rand van het mannetje heen vallen. Dan weet hij wat ik daarmee aanraak. Dat moet dus naar binnen gaan vloeien. Zou dat goed gaan? Wat denken jullie? Zou dat goed gaan? Zou in één keer het hele mannetje weggaan? Nou, het mannetje gaat wel weg. Maar wat komt er voor in de plaats? Iets goeds? Ja. Je voelt al aan dat niet helemaal goed zal gaan, hè? Dat ik loslaat. Tadaa. Nou, er is toch hier een verzakking aan de kader gebeurd. Oh, het is toch een beetje. Die kader daar ziet er toch niet meer helemaal uit alsof je daar veilig overheen kan lopen. Ja, dan kan je de computer niet kwalijk nemen. Hij ziet rare patronen. Heb ik ergens rare patronen? Ja, daar. Oh, fijn. Doe maar. Dat kan hij niet bedenken. Daarom zijn we nog altijd blij met het oude, vertrouwde, 30 jaar oude gereedschap. Het stempeltje. Het oude stem, die kan dan als een soort redder in nood opkrukken tegen die tijd wel. Dus een bijna gepensioneerd gereedschap. Dan kan ik zeggen, dan ga ik die dus nu gebruiken, het stempel. Want dan ga ik zeggen waar het vandaan komt. Want de computer kan dan niet beredeneren, zie ik duidelijk. Hij doet goed zijn werk hoor, voor een deel. Maar jij moet het even afmaken soms. Dus als jij denkt van, nou, ik laat hem wat begin doen. En dan doe ik wel het restje wat niet goed gaat. Want dan ga ik zeggen met het stempeltje. En dat is al echt al, dit doe ik al 30 jaar lang lesgeven zo. Hoe werkt die? Wie weet hem? Eerst met de alt-toets. Zeg je, waar haal ik het vandaan? Zie je? Waar haal ik het vandaan? Alt-toets, klik. En dan met een kleiner stempeltje kom ik hierheen, nou zonder toets. En dan zeg je, en hier moet het eroverheen worden. Je ziet het kruis op meegaan. Van, oh, dus daar komt het vandaan en daar gaat het nu heen. Oké. Niet te ver doorgaan, dan krijg je weer een repetitie van jezelf. Ook die ramen. Ik meet, alt-toets, klik. Hier is een goed raam en dan wil ik daar dan nog eentje hebben. Kom nou, even goed doen. Oh, daar kwam. Hij is een beetje traag. Ja, kom maar. Dus hier ga ik dan poets ik er een raam bij. Dus wat de snelle retouchtool in al zijn vaart niet zo goed doet, kan ik zeggen, ja, ik kijk er nog even goed naar. Dus de combinatie van die snelle en mijn denkwerk van ik weet waar ik het vandaan haal, ik moet zelf wel even aanpassen, geeft toch nog een goed totaalbeeld. Zie je? Jou valt niet op dat daar iets gebeurt. Dus jij en ik weten dat nu, maar niemand anders weet dat. Ja. Dan ga ik dan naar waar het aangepast moet worden. En dan klik ik daarop, maar dan zie ik dat rondje van hetgeen wat ik
gekopieerd heb. Dat komt er voor in de plek. Als, kijk maar als het nu zou zijn. Ja? Dan zie je dat rondje. En hoe krijg jij, want ik je moet indrukken en vasthouden. Je moet even indrukken en vast gaan houden. Dat rondje kun je goed mikken. Stel dat ik wil gaan mikken, dat er hier moet nog een raam komen. Hier moet nog een raam komen. Ik doe nu alt-toets klik. Alt-toets. Alt, ik klik hier, zeg ik meet, klik en los. Dus hij weet nu dat plekje, als ik hem optil, zonder iets in te drukken, dat kom ik hierboven, zie je? En dan kan ik tenminste goed mikken, dat de repetitie goed gaat. Dat de herhaling er goed... Dan ga ik nu drukken en vasthouden. Nu ga ik pas echt drukken en vasthouden. Zie je, dan komen er steeds meer ramen erbij, zo zie je, en ook de bovenramen. Dus je moet eiken klikken, even, en nog een keer klikken en vasthouden. En dan zie je ook het kruis ook meegaan, hoe jij beweegt. Want het kruis moet niet blijven staan. Hij doet niet eeuwig datzelfde plekje, hij gaat met je mee bewegen. Dus je moet even die afstanden een beetje inschatten, wat gevoel voor kweken. Snap je? Dus hij onthoudt alles wat om het kruisje. Ja, en als jij beweegt, dan gaat dit ook weer mee. Dus als je te dicht bij je eigen plekje blijft zitten, zoals ik zeg van ik pak hier dus dat plekje, doe hem daar weer. Ja, dan gaat hij zichzelf herhalen en nog een keer herhalen. En dan zie je heel snel wat ook in dat stadion was gebeurd, dat het heel snel gaat opvallen. Dus het beste is als het een beetje uit elkaar blijft. Dat het niet snel ziet van, oh, het is hetzelfde als dat. Dat zie je heel snel. Als het wat verder weg is, valt het minder snel op. Ja? Dus met wat verstand en met wat hulp kun je dat zo gaan doen. En dus hebben we een goede combi gemaakt van de retouchstoel en de oude verdomde stempeltool. Hij heeft nog steeds nut. Er is nog zelfs eentje tussen voor de liefhebbers. Met een advanced training gaan we die wat beter bekijken. Dat is deze advanced. Die gaat nog een stapje verder. Die doet een combinatie van snel, maar wel met de kleurende helderheid van de omgeving. Nou, ik moet andere dingen gaan doen. Dus we moeten even. Dat is echt een advanced dingetje. Maar wel een leuke. Maar met die twee tools, die en de stempel, kun je ongeveer 95% van alle retouches flikken hoor. Komt goed. Voor die laatste 5% zou je nog een beetje verder moeten gaan kijken. Nou, ja, retouche. Waar waren we in godsnaam mee bezig? Oh, met dat t-shirt waren we bezig. Toen vroeg u, hoe kan dat zo werken? Toen gingen we hier kijken en gaan we weer terug naar af. Last in, first out. Waar waren we mee bezig in de wereld? Toen hadden we slimme lagen. Ja? Toen zei ik, je kunt er niet aan werken. Nou, jawel, moet je het openklikken. Was ook een van de vragen. Ik heb alles laag, maar moet ik weer 7 om het goed te krijgen. Dat klopt. Als ik dus in die laag heb gewerkt hier. Klik, klik, klik hem weer open. En ik ga hem een lange wijsneus geven. Hier even een lange wijsneus. Lijkt me wel leuk. Een wijsneus. Pak even de druppel toe. Ook daarvoor zijn heel veel verschillende tools, maar pak even de druppel, of die vinger, die natte vinger. Zo, even een wijsneus, even zo. Oops, zo. Ja, sorry. Maar dat is nu een verandering in dit beeld, maar dat is dit bestandje. Maar het is een slimme laag van die. Of van die, dan weet ik niet meer waar ik mee bezig ben. Dus ik moet zeggen, ik ga het sluiten, dus ik sluit het slimme bestandje, dat slimme brokje. Dan moet ik ook apart bewaren, doet die in dat, dus in het grote bestand wordt dat brokje even apart bewaard. Oké, okay, dan kom ik in het grotere geheel. En dan zie ik dus dat ik weer bij Nico uitkom. Nee, daar. Dat hij een langere neus heeft, zie je? Dus het is een soort tussenstapje wat je even maakt. Je gaat even buiten spelen, even veranderen en dan kom je weer terug. Ja? En je sleept hem vanaf je bureaublad. Ja. Dat bestand op je bureaublad opgewijzen? Dat ligt eraan. Of ik hem dus heb geplaatst. Als ik hem heb gesleept, is hij ingesloten geplaatst. Dus een kopie van dat bestand als een brokje in dit grote Photoshop-bestand. Als ik had gezegd gekoppeld plaatsen, dan had hij inderdaad een andere dingetje ook veranderd. Ja? Dat is het subtiele verschil daarin. Goeie vraag. Okay? Dus dat is een stickertje hier, geloof ik, ergens van ik moet steeds dingen saven om weer verder te mogen gaan. Dat zou dit kunnen zijn. En zo niet, dan hoor ik het straks na afloop wel nog even. Hier, tussendoor saven naar plaats. Ja, daar heb je het. Hè. Tussendoor saven naar plaats, nieuw beeld. Dat is niet altijd meteen zichtbaar. Ja, je moet dat brokje moet je opslaan en dan pas wordt het goed. Hè? Dus ook dat slimme gebouw hier. Dit brokje was ook een slim gebouw. Als ik dus zeg van ja, er moet een heel andere lucht in komen. Klik, klik, open doen. Doen wat je wil doen. En dan weer, zie je, is een apart bestandje open hier. En dan klik ik hem weer dicht. Dus ik maak er een andere lucht van. Misschien maak ik er een leuke rode lucht. Ik doe maar even iets raars. Oké, save en sluit. Maar je saved een brokje in het grotere geheel. Ja? Oké, nou, weer eentje. Voor mensen die heel vaak dingen willen veranderen, alsof het van die inzetjes zijn. En daar heeft Adobe juist iets nieuws voor bedacht. Ik ga even een betere omstandigheid kweken, want het is een zootje geworden dit. Maar dat mag in de cursus. En Nico gaat ook even weg. Stel, ik wil graag een foto van Elaine hierbij zetten, of een leuk ander fotootje. Adobe heeft een nieuwe tool gemaakt, en dat is echt en ook een nieuwe laag. Een nieuw soort laag. We hebben beeldlagen, we hebben tekstlagen, we hebben vormlagen, slimme lagen, aanpassingslagen. We hebben heel veel soorten lagen intussen al, hè. Niet alleen maar beeldlagen. En nog een achtergrondlaag, maar die is hier al beter geworden. Er is nog een nieuw soort laag. Tada! 2019, sinds vorig jaar november. Dat is deze kadertool en die maakt een kaderlaag. Wat is het handige daarvan? Het werkt een beetje à la InDesign. Dat je een kader krijgt waar een wisselend beeld in kan.
Dus de foto zelf wordt niet een laag. Nee, die komt als een foto in dat kaderlaagje. Ik ga het even laten zien. Dus ik zet hier een kadertoeltje neer. Daar staat die kaderlaag, zie je? Dan mag ik nu een foto pakken. Ik sleep hem gewoon weer van mijn bureaublad. Ik pak die er gewoon bij en ik sleep die in dat kadertje, zie je? Oh, moet jij daarin? Dan ga jij daar nu in. Oh, de foto is... Nee, past niet zo erg. Jawel, het past wel goed, want hij is, dit is het kader. Ja, even kijken. Ja, het kader moet zo zijn. Dus ik kan de foto binnen het kader nog bewegen. Ga ik de foto bewegen? Binnen zijn kader. Of ga ik het hele kaderlaagje bewegen? Zie je wat het verschil is? Of ik hier klik of daar klik? Het is een nieuw soort laag. Zelfs routiniers weten dat nog niet, hoor. Zeggen ze, oh, is dat nieuw? Ja, dat is hartstikke nieuw, dit. Dat is dus een kadertool met een kaderlaag. Dus als ik zoveel van die kadertoeltjes neerzet, kan ik daar allemaal wisselende beelden in gaan kwakken. Snap je? Een soort opmaak eigenlijk. Ja, maar dan gaan een collage. Maar dan gaan ze dus Photoshop gebruiken als een opmaakprogramma en dan word ik heel boos. Want dat mag eigenlijk, het moet eigenlijk naar InDesign. Nou, als je het doet, doe dan wel bewaren als een PDF alsjeblieft, niet als een Photoshop file. Ja hoor, dan geef ik die schaduw. Dan gaan we terug naar de 80e jaren met slagschaduw. Dat doen we allemaal slagschaduw maken. Ja, hier, slagschaduw. Nee, is prima hoor, slagschaduw. Geeft diepte. Dan krijg je wat... is een mooi design. Is designprincipe nummer zoveel. Dat door schaduw kweek je dus gevoel voor hoogte en diepte. Nou, dat kan een belangrijk ding zijn. Dus ik heb nu een schaduw gegeven. Ik weet niet hoeveel het is. Ik klik er nog een keer op. Hoeveel was dat? Oh, dat was niks. Dat was heel klein. Even wat vetter maken, die schaduw. Ja? Dus ik zie ik hem ook verschijnen, weet niet. Ja, laagstijl. Ja, ja, je moet een dikke schaduw. Oh, is niet zo vettig. Nou, is dat het? Ja, oké. Okay. Waarom zie ik hem niet? Kadershirt. Oh, sorry. Ik heb de foto in het kader een schaduw gegeven. Niet het kader een schaduw gegeven. Oh, ik moet er nog aan wennen hoor. Dit jaar, sorry. Ik moet er op cursus. Ja, vraag nog eens iets. Maar zo kun je dus die kadertjes willekeurig gebruiken om foto's in te kwakken. Stel ik wil die foto erin kwakken. Hoppa, die moet daar. En die moet daar. Zo gaat het dan. Zie je? En moet een andere foto... Ja, dat is wel handig. Een beetje InDesign eigenlijk. Hè? En Maxima moet daar. Of Rutte, die zetten we daar erin zo. Hoppakee, zie je? Een beetje InDesign gevoel en Photoshop. Je sleept ze dat nu? Nee, je mag ook zeggen, ik ga hem plaatsen daarin. Dat kan op meer. Maar ik vind slepen het makkelijkst. Mensen die zo'n kadertool willen, die willen ook slepen meestal. Maar hoe zorg je dat een kadertool kadertje wordt en niet een gewone plaats? Door dat eerst neer te zetten. Door eerst het gereedschap te gebruiken. Oh ja. Ja. Klopt, als ik dit dus nu een tekst erbij zou gaan zetten of andere mooie strakke vormen gaan gebruiken, die dus zoals een tekst. En als ik die tekst ga bekijken, dan is die tekst net zoals de hele foto, wordt deze tekst dus nu in pixels gemaakt. Want ik zit in een pixelomgeving. Dus allerlei vectorische objecten, zoals vectorlagen, tekstlagen, die worden dus nu ook gepixeld. Dus ook die tekst, daar kan je niks aan doen, wordt dus nu gepixeld. Dan is het voor deze lollige letter niet zo erg, maar als het kleinere lettertjes gaan worden, dan wordt het een beetje vies. Dan kun je niet meer goed lezen, snap je? Nou, het grappige is, in het Photoshop-bestand en in de JPEG en al die andere pixelbestanden die eruit kunnen komen, blijven ook pixels op die maat. Maar in feite is de laag zelf... Die is pixelloos. Dat is eigenlijk een stukje vector in een pixelomgeving. Want een tekst is een vector. Die kan zeggen, ik teken die letter gewoon keurig. Ja? En dan blijkt ook, als ik hier van deze foto nu zeg, ik ga hem bewaren als foto... Oh, dan heb ik hem voorgoed verknald, vrees ik. Dan maakt niet uit, nog een kopietje. Dit is nu de start PSD, dus met pixels. Want die wil pixels laten zien, de PSD-file, de Photoshop-file. Als ik zeg, ik ga nu bewaren als, opslaan als. En ik zeg, maak er maar een PDF van, een Photoshop-PDF. Ja, zij moest op tijd weg. Ja, succes, goede reis. Dus foto's op PDF. En die zit ik op het bureaublad. En ik bewaar deze. Ja, geweldig allemaal. Ja, doe maar. PDF, geweldig. Allemaal knopjes. Ja. Is die gemaakt? Ja, er zit een hoop troep in, geloof ik, intussen. Hij is nog even bezig. Ja, is klaar. Dus die PDF die hier staat... Als ik die openklik en ga kijken met een PDF-viewer... Ja, pixels, hè, tuurlijk, die foto is een pixels. Dat kan niet anders. Hier, pixels, zie je ze? Pixeltjes, daar komen ze. Dat blijven ook pixels. Maar het grappige is, die tekst... Die is vectorisch. Die is knepelhard en scherp in mijn beeld. Zie je dat? Dus als je Photoshop gaat misbruiken, gebruiken als een opmaakprogramma. Als je Photoshop gaat gebruiken om teksten erin te zetten die niet deel van het beeld zijn, maar gelezen moeten worden, doe me dan een plezier en stuur mensen van, en drukwerkdealer een groot plezier, stuur ze dan een PDF en niet een Photoshop-file. Want die Photoshop-file bevat de pixelversie daarvan, terwijl de PDF die bevat de vectorversie van de vectorlagen erin. Oh,
Nee, niet eens. Nee, hoeft nooit. Nee. Nee. Mag gewoon zo blijven. Alles in die emmer die PDF heet. Alle plaatjes, alle vectorelementen. De PDF begrijpt vectordingen van Photoshop. Als je die PDF in Illustrator zou openen, dan zijn die kaders ook weer losse dingen. Dat zijn, je ziet voor iedere laag een blok pixels staan. Eens in een keurig laagje met letters erin staan. En daar kan je weer andere. Kan je weer een typen, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is een verwondering, ik weet het. Wees maar even stil ervan. Kan ik even een slokje pakken? Oké, Whiter Gates. Dat waren een hoop kleine dingetjes tussendoor. Ik dwaal weer af van het pad. We gaan weer terug naar het pad. Oké? Okay? Het is allemaal vector, hè, dit. Allemaal vector. En dus scherp op ieder formaat. Maar dat weten veel mensen niet. Dat je dus een PDF moet maken als je met teksten in Photoshop wil knutselen. Want dan blijft het tenminste scherp. Ook logo's die uit Illustrator geplakt worden, worden vectorlaren. Kadertool. Iemand vroeg erom, nou, proficiat. Je weet nu dingen die zelfs routiniers nog niet weten, hè? Want die hebben dat niet zien komen vorig jaar. Een paar dingen bij elkaar. Een paar mannen die met elkaar te maken hadden. Ik wil een foto harder, contrastrijker maken. Zo'n Hornbach-effect, zo'n jippie-ja-ja-jippie-jippie-jé. Of van die harde, groezelige foto's. Of ik wil een onderbelicht beeld upgraden. Dat is allemaal creatieve zaken. Nou, een onderbelicht beeld hebben we eigenlijk al gedaan. Als ik een onderbelichte foto zou hebben, dan zou ik die wat ik net deed met belichting of curves of niveaus. Of zou ik kunnen opwijzelen naar meer licht in de foto. Dat is duidelijk. Hoe dat zou met een van de vier die jij leuk vindt. Ja? Een onderbelichte foto. Als nou echt in die foto partijen gewoon dichtgelopen zijn. Ja, dan kun je niet in kijken. Dan lukt dat niet. Dus als ik een foto heb, zoals nou deze bijvoorbeeld. Misschien is dat een goed voorbeeld. In die trui hier. Daar zitten nog schaduwpartijen. Als ik nou heel extreem met de niveaus. Zonder een aanpassingslaag. Nu gewoon niveaus als commando. Kan ik gaan kijken, is er in dat zwart nog iets te vinden aan tekening? Als ik dat heel licht zou maken, dan komt er tekening in, maar dat is eigenlijk de ruis van de camera. De storing van de camera bijna en van de JPEG die er ook in zit. Dus als je dat heel extreem gaat doen en je ziet dat daar dus geen tekening zit, dat het echt gewoon een dichtgelopen vlak is, ja, onderbelicht, het is gewoon geen licht in die hoek gekomen. En daar komt ook een andere vraag over hier. Nee, dat was er niet, eentje eerder dan. Soms heb je foto's, een RAW bestand. Moet ik nou een RAW als JPEG of als TIFF of als Photoshop opslaan? Nou, een RAW bestand heeft vaak in de data die er gebruikt wordt, in de gegevens van die pixels, die hebben nummertjes, al die pixeltjes. En die pixeltjes die kunnen nummers hebben van 0 tot 256 per kanaal. Dus als dat gaat opfokken, dan zal hij dat dus een kleiner bereik van gebruiken om dat op te fokken naar een groter bereik. En als er dus helemaal geen tekening hierin zit, nou, zwart blijft gewoon zwart dan, hè? Daar komt geen tekening in. Ik zie nu een beetje meer, ja, dat is meer de ruis van de JPEG die ik kan zien. Maar ik zie toch nog wat een klein ribbeltje hier lopen van dat randje van dat biesje daar. Dus ik zal nog een klein beetje tekening zien. Want het is het origineel helemaal dichtgelopen. Nou, niet helemaal dichtgelopen dus. Als ik dus het extreem opfok zo, dan zie ik dat er nog eigenlijk weer zo wat tekening erin zit. Zie je? Het was zo. Ja? Het mooie is echter, in rauwe bestanden die rechts uit de camera komen en bestanden die je dus rechtstreeks naar Photoshop laat gaan of als een TIFF laat binnenkomen, dan blijft die meer data hierin houden. Als je ergens een JPEG van maakt, dan wordt het maar 256 gradaties per kanaal. Dat klinkt veel, maar het is eigenlijk te weinig om te corrigeren. Dus als je een foto hebt waarin je nog veel denkt te moeten corrigeren, dan heb ik liever geen JPEG. Een JPEG is, het moet klaar zijn. Nou ja, redelijk klaar. Want als ik ga opfokken, dan ziet het eigenlijk met de ruis van de JPEG zit op te fokken dan echte details. Dus dan hebben we liever meer bits per kanaal. De foto die een JPEG is geworden, die heeft per kanaal maar 8 bits. Dus dat heet dan hier bij mode, staat er hier RGB, 8 bits per kanaal. Dus het is rood, groen, blauw. Dus in ieder kanaal zitten 8 bits, dat zijn 256 waardes. Dus dan kan die wat tinten laten zien. Genoeg voor onze ogen. Onze ogen hebben er maar 150 nodig in totaal. Met iets meer in het midden dan aan de buitenkanten van een licht en donker. Maar grosso modo, 256 leuk computergetal, vindt de computer fijn. Maar als ik dus hevig moet gaan corrigeren, had ik liever meer bits. Met meer subtiele nuances, dat als ik ze opfok, dat er nog wat tekening te zien is. Dus daarom dat mensen zo blij zijn met RAW-bestanden. Als de foto onderbelicht is, dan is er een grotere kans dat daar nog iets uit te halen valt. Als er meer bits in zaten. 10 bits per kanaal, 12 bits per kanaal. 16 bits per kanaal, maar 8 bits per kanaal is dan eigenlijk te weinig. Goed voor het eindresultaat, maar te weinig om aan het op te fokken. Snap je? Dus een onderbelichte foto gaan beter maken, of een foto die uit je camera komt. Als je een JPEG ervan maakt, verlies je die extra bitjes per kanaal. En dat zou jammer zijn. Ja?
Dus als je er een TIFF of een PSD van maakt bij het omzetten, en niet een JPEG ervan maakt, dan blijven die extra bits erin zitten. Dus als ik dan hier ga zitten schuiven, dat ik hem heel erg moet opfokken voor veel meer lichte tinten erin te krijgen, dan zie je nog hele mooie plooien tevoorschijn komen. En nu zie ik gewoon ja, de JPEG-ruis tevoorschijn komen eigenlijk. Ja? Is dat verhaal een beetje duidelijk? Ja? Een beetje te begrijpen? Het is technisch. Moet je ook nog meer bits kun je toevoegen bij TIFF? Wat binnenkomt moet je niet weggooien. Als jouw RAW-bestand binnenkomt en je hebt daar dus 16 bits per kanaal in zitten. Nou, laat vooral zo even staan. Hè. Maar zie je dat uiteindelijk wel in een drukwerk? Niet in een drukwerk. Een drukwerk is genoeg met 8 bits per kanaal. Daarom dat een JPEG prima is voor drukwerk. Als er maar genoeg kwaliteit en genoeg pixels in zitten. Maar 8 bits is genoeg voor onze ogen. Onze ogen zien het niet eens. Die extra bits. Maar als ik moet opfokken, heb ik die extra bits nodig om op die JPEG uit te kunnen komen. Joh, de gouden spreuk van vandaag. Ja. Je moet eigenlijk goede foto's maken, ja. Maar iets extra is dus alleen nodig als je denkt, ik moet nog flink gaan opfokken. Als jij een foto meteen al goed maakt, dan is een JPEG niet erg. Als je niet hoeft te gaan opfokken in licht en donker, dan is een JPEG met 8 bits per kanaal is genoeg. Want onze ogen zijn niet meer dan 8 bits. Ja? Dus die nuanceringen die de JPEG al heeft, zijn meer dan genoeg voor jouw ogen en drukwerk prima dingen te laten zien. Maar als je moet gaan opfokken nog in de foto, dan ben ik blij met een foto met meer bits. En een JPEG heeft dat er niet in zitten, maar een RAW-bestand, die kan het wel opleveren. Of een scanner met zo'n klep, zo'n ding, weet je wel. Die hebben wel eens wat meer bits, 10, 12, 16 bits per kanaal. Oké, okay? Een beetje goochelen met getallen, maar ik hoop dat je de essentie ervan begrijpt. Dus twee vragen waren dat, hoe kun je een onderbelicht beeld upgraden, oftewel opfokken. Nou, als er iets van lichtsporen nog in zitten en in die 12 bits is het nog te zien, dan kan je ze opfokken. Ja? Is de foto al een JPEG? Nou, dan laat ik het liever sowieso zitten. Dan ga ik meer JPEG-ruis opfokken dan dat ik het beeld opfok. En als de foto dus een RAW bestand is, dan kan ik daar nog een hoop uithalen, denk ik. Ja? Goed, meer twee. Nou komt er een heel cluster, zo ongeveer. Hoe kan ik mensen weghalen? Nou, heb ik net gedaan. Hè? Stel, je hebt één persoon, hoe kan je deze makkelijk uitknippen? Nou, net gedaan toch? Ik heb het mannetje weggehaald. Of bedoel je met uitknippen apart zetten ergens? Dat bedoel ik. Ja, dan moet ik hem dus gaan selecteren. Hè? Dat is lastig. Dan moet ik hem gaan, dan, ja. Zou ik deze foto bij dat... Ik ga even wat bestanden sluiten hier. Anders wordt het een zootje. Deze even dicht, die even dicht. Zo. Even terug naar... Nee, zo. Terug naar deze. Kan ik deze persoon makkelijk eruit knippen en ergens anders in plakken? Denk je? Ja. Nou, jullie zeggen allemaal vondel. Nou, weet je, wie wil het dan even doen? Nee. Ja. Hoe dan? Nou zeg het maar. Toverstafje. Toverstafje. Oh, we gaan toverstafje doen. Toverstafje. Of de snelle selectie kan ook. Hè. Hoe zou je dan pakken? Het witte. Oh, jullie hebben de kronkel ook al. Ik moet niet pakken wat ik wil. Ik moet eigenlijk pakken wat ik niet wil. Ja. En omdraaien. De kronkel in je hoofd. Oké, okay, prima. Dus zeg, pak maar het wit. Oh, dat is een beetje erg veel. Hè? Misschien even de tolerantie wat kritischer zetten. De tolerantie is... Nou, die stond al redelijk kritisch. Zo. Oh, hij staat nog op, ja, op aangrenzend stond uit. Dus hij pakt dus overal het wit. Dus dat is een heel klein lullig knopje. Hè? Maar als je die uit hebt, ik had hem een keertje uitgezet voor een doel. Dan kun je de kleuren overal pakken. Dus dan zeg je van pak het rood. Nee, dan zeg ik niet aangrenzend, pak je het rood overal, zie je? Dan zeg ik, nee, alleen in aangrenzende gebieden. Dan, zo staat hij normaal. Dan doet hij alleen dat deel. Dus ook het wit hier, aangrenzend, alleen dit. En dan shift toets en dat tussenbeense en dat tussen de armen. Zo. En dan omkeren, selectie omkeren. Dan heb ik dus nu het mannetje te pakken. Dan kan ik die nu kopiëren en plakken in een ander bestand. Nou, waar gaan we hem inzetten bij dat meisje in dat park of zo? Is dat een leuke foto? Zullen we hem hier er gezellig bij zetten? Plak, plak, hup, kijk eens. Ja, dat is een klein voetballetje. Ja, een kleintje maar. Zo, oké. Ik maak smerige dingen, dat weten mensen onderhand wel. Alleen, hoe kan ik het beste haar vrijstaand maken? Niet haar, maar hem. En zonder die vieze witte randjes eromheen? Vroeg ook iemand. Want soms, ik heb het gekopieerd aan een normale, nou, of een vrij witte achtergrond. Dus ik plak het hierin. En dan vinden we dit toch niet zo mooi wat daar gebeurd is. Kijk eens. Dat lijkt wel Vibra. Ken je die Vibra-reclames? Van de afwasborsteltje. Knip, 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 knip. Wasborsteltje. Teddybeer met haren. Plak. Dat is niet netjes. Dan moeten zachte haartjes worden, moeten mooie randjes gaan worden. Dit is niet zo mooi. Dus dit is wel op het oog leuk voor een verjaardagskaart of een briefje in de lift van hij is jarig vandaag, maar niet voor drukwerk. Dat zou ik toch niet doen. Dat is toch een beetje smerig, hè?
Laten we daar nou een wonder voor hebben gekregen. Ik ga even een foto pakken. Nee, niet eens een doezelaar. Dat zou weer alles zacht maken. Ik ga deze even erbij pakken. Deze ook, dat is de versie die is al af, dat wil ik niet. Deze dan, ja. Dit meisje wil ik graag gaan gebruiken. In een ander, die moet er ook bij komen te staan. Gezellig met z'n drie op pad in het park. Maar ik moet dat meisje gaan zien. Of het moet een andere lucht erachter hangen. Andere achtergrond. Dat is ook een van de drie keer vragen je. Hoe kan ik de achtergrond veranderen? Zit er nu lucht in? Ik wil een strakke blauwe lucht. Maar ja, dan moet ik toch eens een keer dat meisje gaan selecteren. Nou, dan pak ik toverstaf. Hè. Dat schijnt een handige tool te zijn. Kan ik nou de lucht selecteren zo? Hier een beetje, shift toets en dat een beetje. Dat, en de struiken mogen erbij trouwens. Zo, de struiken mogen erbij. Zo, gaat dat dan goed zo? Zo, even, ik zal even een beginnetje maken. Zo, zo. En dit hoekje nog erbij. Nog een hoekje. Hoppakee. Oké. En dan, ik zie nog iets wat fout staat. Die moet aanstaan. Oh, daarom dat die wel heel erg hard was. Dat het iets zachtere randjes worden. Die staat normaal altijd aan. Dus die heb ik een keer voor een doel uitgezet. Tolerantie. Dus ik heb dit te pakken en dit te pakken. En hier nog een beetje grijs te pakken. En nog een beetje daar blauw. En daar een beetje donkerblauw. Daar. Zo. Nou. Tussen de armen nog erbij. Huppakee. Dit gaat goed? Nee, dus de haren. Nou, ik vind het best goed zo. Oh, je wil die haren nog. Och. Ja, ik ben nooit zo problematisch met haar. Ik ben gewoon een uitknippad. Huppakee, klaar. Maar die haren, die wapperende haren. En die zachte struiken. Die zachte, uit focus struiken die niet mooi scherp zijn, maar die worden ook een beetje nu scherp afgesneden waarschijnlijk. Dat gaat dus niet zo mooi. Maar het is een goed beginnetje. Dus als ik nou zeg, kopiëren, plakken. Nou ja, eerst even omkeren eerst. Hè, selecteren. Selectietechnieken, wel 30. Net zoals schoenen. Je kunt nooit genoeg schoenen hebben. Zo kan ik nooit genoeg selectietechnieken hebben. Er zijn nog heel veel. Maar ik heb nu geselecteerd, omgekeerd. Dus ik kan nu zeggen, kopieer. En plak er dan maar lekker bij. Plak. Maar dan heb je weer die vieze haren. Dat wil ik niet. Nou, ik weet niet hoe laat jullie naar huis willen, maar ik ga even al die mooie haren selecteren dan nu. Dus in deze foto. Maar dat is natuurlijk een heidens kawaii om die haartjes te gaan zitten tekenen. Hoe ieder haartje erbij hoort, dan hoorde, dat gaat gewoon echt niet. Dat werk stuurden we vroeger naar lage lonenlanden, naar India, naar China, digitaal. Oh, massa's. 20 jaar geleden, 10 jaar geleden, stuur maar naar China. Fotoshoot met wapperende haren, hup naar China. Binnen een half uur kreeg je 10 foto's terug. Hadden alle Chinezen allemaal haartjes de vrijstand maken. Zijn ze goed in. Dus dat was gewoon ja, lage lonenwerk vroeger. Dat mogen wij nu zelf doen. Fijn hè, toch een soort emancipatie dat we nu ook stom werk mogen doen. Maar geduldig werk. Ik laat de selectie even staan. Op zich is het een goede selectie om mee te beginnen. Maar hij is te hard. Hij is niet mooi zacht in de haren. Het is weer zo'n harde rand van wel of niet waarschijnlijk, maar ik wil het mooier krijgen. Ze hebben vanaf CS5, een jaartje of 8 geleden, een functie langzaamaan beter gaan maken. En die is nu echt, nou, een jaartje of 2, 3 al echt klaar. Dat is een prachtig commando. Het vrijstaand maken is dus een kwestie van betere selectie maken. Ik moet dus eigenlijk een betere selectie gaan krijgen. Dan kan ik gaan zitten zeggen, selecteren, bewerken, doezelaar of zo allemaal. Maar nee, er zit hier een heel belangrijk commando. Selecteren en maskeren. Dat commando is zo groot en belangrijk geworden, dat sommige mensen zeggen, ja joh, voor mij is dat Photoshop geworden. Ik zit gewoon de hele dag in dat commando alleen nog maar. Want ik moet niks anders doen dan foto's vrijstaand maken. Hoe werkt dat? Schrik niet. Ik laat hem even komen. Je kunt het heel makkelijk met massa's filmpjes online nog een keer terugkijken. En ook straks bij de drukwerkdeelkanaal. Want probeer even te begrijpen. In plaats van op te schrijven stap voor stap. Probeer te begrijpen. Er zijn de handelingen die ik doe. Daarom ben ik ook een Adobe docent. Zoals ik het doe, wordt ook in filmpjes bij Adobe uitgelegd. Dus dan kun je nog altijd nakijken. Hoe waren de stappen ook alweer precies? Dus probeer te begrijpen wat er gebeurt. Allereerst komt er een soort groot paneel naar voren. Ik zie de hele Photoshop niet meer. Ik zie andere gereedschappen hier. Ik zie hier een andere bal. Er komt hier een soort paneel. Dit is een soort uitstapje uit Photoshop. Kijk maar, ik kan hem even aan de kant schuiven. Zie je? Niks meer te zien van Photoshop. Zie je? Het is een soort aparte stand geworden waarin je werkt. Wat kun je hier doen? Allereerst moet je begrijpen op hoeveel manieren je kan kijken naar het beeld. Zo zagen we zo net. Dus die standen hier, van hoe wil ik naar mijn beeld kijken om te zien hoe de selectie vordert. Nou, ik kan zien zoals ik al zag met van die wiebelende dingetjes. Of ik kan zeggen, laat hem zien alsof het al transparant zou zijn. Nou, daar zijn de ruitjes al. Of laat hem zien met een soort kleur wat wel en niet geselecteerd is. Vroeger hadden we met die acetaatfolies in de repo. Ja. Dan zet ik hem op rood, dan krijg jij dat gevoel weer helemaal terug. Dus ik wil geen groene kleur, maar een rode kleur. Hier zie jij jouw acetaatfolies weer tevoorschijn komen van vroeger. Ik weet niet of het traumatisch is, maar ja.
Dat was ook zo. Zo moesten we vroeger foto's vergrijzen. Maar dat is niet handig. Want ze hebben een rood truitje en die rode kleur. Dus ik doe toch liever even een blauwe kleur als contrastkleur. Want dan kan ik goed zien waar ik het wel en niet geselecteerd heb. Oké, zie je? Dus zo kan ik zien. Ik kan het meer of minder laten. Dat ik een beetje de lucht er doorheen kan zien. Dan kan ik zien hoe ver ik al ben. Zo, zie je? Dus zo kan je zien hoe ver ik al ben. Of ik kan kijken hoe het eruit ziet als ik haar nu op een zwarte achtergrond zou plaatsen. Ja, dan ziet het er zo uit. Met die vieze rand erin, zie je dat? Op een witte achtergrond zal het meevallen, want ze komt uit een vrij lichte achtergrond. Dan valt het misschien niet eens op. Nou ja, die grijze haren dan. Dit is het mooiere standje om te zien. Puur een zwart-wit. Wel of niet geselecteerd. Alsof het een soort maskerstand is. Zie je? Nou zie je waarom die haren zo lelijk eruit zien. Dat is één grote uitgezaagde bos haren. Okay? Dus hoe wil je naar kijken? Tijdens het werk switch je hier heel veel in. Dus je ziet mij ook af en toe switchen om even beter te kunnen oordelen hoe ver ben ik al met een goede selectie. Ik begon dus zo. Dus ik moet nu gaan kijken wat voor stukken ik nog misschien eventueel wel extra erbij zou willen hebben. Ik zie bijvoorbeeld die struiken. Hier zijn een paar. Ik kan met dit is weer die selectietool, de snelle selectie. Ik kan zeggen, nou, dit stuk moet er, ja, mag er eigenlijk wel af. Alt-toets, dit mag er ook wel af. Zo, dit heb ik, zoveel struiken hoef ik ook wel niet. Hup, eraf ermee. Dus dit is in feite hetzelfde als wat ik al deed voordat ik hierheen kwam. Met de snelle selectie, stukken eraf gooien of toch wel weer erbij. Zonder toets, zonder alt-toets of de knopjes erboven plus min. Pak het er toch maar weer bij. Ik vind het toch wel leuk. Ja? Toch een paar van die struikjes zo gezellig erbij. Maar het is net zo grof als het al was. Die snelle selectie pakt grove stukken nu erbij en hier nog een stuk erbij. Zo. Dus het is nog steeds grof. Ik ben trouwens een paar stukken vergeten wat pluisjes. Die ga ik met de lasso eraf halen. Alt-toets, die moeten niet mee. Weg ermee, die moeten niet mee. En die moeten ook niet mee. Zo, een paar veldjes weghalen. Zo. Dus ik ben nog steeds grof bezig. Kijk maar, in de stand silhouet zie je nog steeds dat er niet iets beters is geworden. Zie? Ja, er komt zelfs een beetje een rommeltje eronder aan. Dus zo kan ik met die tool alsnog doen wat ik al deed. Niks beters, niks slechters. Maar hetzelfde, maar dan nu op een ander moment. Ik kan ook zeggen met deze haren tool. En daar komt het mooiste. Die haren tool, daarmee moet je niet gaan zeggen, wil je erbij of wil je eraf? Maar ga je zeggen, denk er eens wat beter over na. Je gaat dus de rand die er al is, beter maken. Daarom heet het commando vroeger rand verfijnen in de eerdere versies. Dus je gaat de randen verbeteren, verfijnen. Dat hij wat beter daarnaar kijkt. Een bepaalde breedte van die kwast geeft, ja, nou zo breed, kijk in dat stuk zo ongeveer wil ik het beter gaan doen. Nou, dan pak je dus die harige tool. Je zet hem op een bepaalde maat. Ja, dat zou best wel eens goed. Een ietsje groter mag misschien wel, ietsje groter maken. Met het toets of met het commandootje hier. Zo, iets, ja, zo. Nou, nog een beetje kunt doen, maar niet te groot. Maar zo'n beetje ter breedte van het gebied wat je denkt van, nou, dat zou wel eens ingewikkelder mogen zijn. Dus dan ga ik nu kijken, wat voor stukken haar zouden dus beter mogen zijn? Een beetje inzoomen, dat hij iets meer gaat kijken, de kleur aan de binnenkant en de kleur aan de buitenkant. En dat een beetje zachter gaat maken, snap je? Dus het is geen gereedschap zoals die bovenste van pak er iets bij en pak er iets af. Nee, je gaat beter kijken naar de randen die je al hebt. Kijk hier eens wat beter naar, zo. Dus ik zeg tegen van, zoek hier dus wat beter uit wat binnen- en buitenkant is. En dan wordt het al een stuk beter zo. Kijk eens. Zeiden ze in koor. Ja, dat zou je heel veel werk kosten als je dat met de hand zou moeten gaan maken. Maar moet er nog meer gebeuren? Misschien hier bovenin nog een beetje, met een iets kleiner gereedschap. De bovenkant van de haar nog een beetje. Dat is ook een beetje zachtheid te zien. Dus een iets kleiner kwastje. Anders wordt het zo'n hele strook weer die zachter wordt. Dus ik ga zeggen, denk hier wat meer over na. En denk wat meer na over die wimpertjes daar. En over dat plukje daar nog een beetje zo. En die struiken mogen ook wel een toefje krijgen, want die is ook een beetje vaag. Ja? Dus iets groter gereedschap, want die struiken mag best wel een beetje grof. Zo. Denk hier wat meer over na. Dus ik zoek naar verschillen tussen binnen- en buitenkant van de kleur. Dus hij ziet de ene kant die meegaat, dat is die kleur. De buiten is een andere kleur. Wat is het verschil tussen die plaatselijke kleuren? Dus dit is nu mijn resultaat. Een mooi, zachte struiken, zachte haren en toch een mooie harde vorm. Want dat was wel nodig. Ja? Er zitten nog een paar stukken die zijn een beetje raar aan het doen nu. Zoals hier heb ik wat zitten klooien. Daar is die derde tool voor. Denk een beetje met opzet. Die derde tool, dan ga je zeggen, dit moet er gewoon bij. Denk er niet slim over na. Niet met die snelle, niet met die haren. Nee, gewoon, dit moet erbij en dit moet eraf. Dus ga gewoon zeggen, dit moet er gewoon bij. Niet raar doen. Zo. Oké. En dit stukje moet er gewoon af. Alt-toets, klik, nou, dan krijg je, nou, dat is raar. Herstel. Laat dan maar meekomen. Dus met deze kun je gewoon keihard zeggen, ik wil gewoon dat het daar zwart of wit wordt. Hier nog een raar plekje. Soms zit er boven de haren nog wat rare plekjes, maar dat valt mee vandaag.
Ja, je kunt je afvragen of dat schijnsel hier, of dat werkelijk doorzichtig moet zijn, of dat het lichte haren, waren het doorzichtige haren of lichte haren? Misschien waren het alleen maar lichte haren. Dus zou ik dan een beetje nog wat kunnen uitdeuken, dat er toch nog ietsje meer het wit wat dichter op de rand kruipt. Zo. Snap je? Moet je die wimpertjes zien, joh. Kijk nou. Toch leuk zoiets? Dit is het beste commando sinds heel lange tijd in Photoshop. Dit is waarvoor mensen zeiden van, dat is een stap vooruit. Hier kunnen we wat mee. Dit gaat tijd en geld besparen. Okay? Dus als ik nu zeg, maak hier dus nu maar een nieuwe selectie. Nou weet je wat, maak maar gelijk een masker ervan. Een laag met een masker. Dat deel wat ik dus nu niet hoef, gelijk wegvalt. Hoppakee. Of toch die selectie, want ik wil hem plakken. Nou doe maar een selectie, want ik wil hem plakken zo meteen. Selectie, okay. Dus dit is dan de selectie. Dan zeg ik, nu kopieer dat maar. Kopiëren. En zet hem maar bij dat andere poppetje erbij. Nou, op die andere met dat park. Ja, dan kunnen we een beter verschil ook zien. Dus als ik die nou hier erbij plak, dan is dat een veel betere versie. Plak, daar is ze. Oh, ik heb niet goed op die... Er zitten nog wat grijze plukjes daarachterin, zie je dat? Maar kijk eens hoe het nou al goed gaat zo. Zie je? Verschil van dag en nacht. Oké? Okay? Nou, dat is iets wat krijgt iedereen van mij mee als ze naar de Photoshop sessies komen. Want dan moet je weten dat dit commando erin zit. Het heet dus, selecteer een masker. Belangrijk is dus drie tools. De snelle selectie die er nog steeds gewoon in zit en nog steeds grof is en mee wil denken. De slimme haren tool die gaat denken van, denk eens wat meer over die rand na, over die rare rand met die mix. En dit moet er gewoon bij, dit moet gewoon eruit. En iedere tool heeft ook een plus en een minnetje. Ja, maar die ziet er een beetje anders eruit, bij die laser, dan ziet het er zo uit. Maar ja, dat is ook plus en minnetje. Dus met die tools heb je genoeg om dus een veel betere selectie te maken. Die een laagmasker kan worden of een selectie kan worden. Maakt niet uit wat je wil. Ja? Nou, dus zo kan ik gelijk nu een heleboel dingen eraf gaan gooien. Geloof ik. Die kan weg en die kan weg en die kan weg en die kan weg. Rafelige randen zag ik daar. Hoe kan ik een fotovrijstand maken? Hoppakee, dat schiet lekker op zo. Nou, goed. In de pocket. Begrepen en gaan gebruiken. Goed. Welkom in deze nieuwe versie van Photoshop, want dat is wat routiniers ook nog vaak moeten leren. Van, oh, dat is, ja, ik heb het zien komen, maar ik weet niet wat het is. Nou, hartstikke belangrijk. We gaan verder kijken. Dus stel, je hebt een persoon, hoe kan je deze makkelijk uitknippen? Daar begon het mee. Ja, selecteer dat mannetje met deze selectietool, kopieer en plak hem of maak er meteen een vrijstaande laag van. Oké? Okay? Maar het genot zit dus in die haren tool. Hè. Dat is het knappe wat daar gebeurt. Oké. Een paar korte weer. En eigenlijk ook wel een beetje redelijk klaar. Hoe vergroot ik een beeld zonder echt kwaliteitsverlies? Ja, dus ik heb hier een foto van bijvoorbeeld een... even iets pakken van... Nou, Maxima staat hier. Maxima. Kom op, Maxima, waar ben je? Daar. Foto, Maxima. Hoe kan, en dat is niet veel pixels. Ik kan vrij snel de pixels... Daar komen de pixels al, zie je? Maar stel, ze moeten hem groter hebben. Stel, ze gaan deze foto... Je kunt bij dit commando zien hoeveel erin zit. Hè? Dus afbeeldingsgrootte. Deze foto heeft dus nu, kunnen we zien... Deze heeft dus nu, dat is niet veel, 800 bij 1200 pixels. Veel mensen denken dan, heeft die foto nou een hoge of een lage resolutie? Dat maakt mij geen zak uit. De foto weet niks van resolutie. De foto weet alleen maar, ik heb pixels. Ik heb zoveel bij zoveel pixels. Wat jij ermee doet... Of dat een hoge resolutie toepassing is of een lage, dat moet jij zelf weten. Maar ik kan alleen maar aan de hand van die nummertjes zien hoe ver ik daarmee kan gaan. Als ik iets dus voor een drukkerij moet gaan voorbereiden, wat roepen ze daar meestal? Hoeveel? 300 dpi. Dus als ik dit met het beste drukwerk, heel veel drukwerk kan een tandje lager hoor. Als je een keer een foto hebt, die haalt dat niet helemaal. Een beetje minder. Voor gewoon drukwerk van foldertjes en dit soort dingetjes allemaal, rond blaadjes en dingen. Als het nou om een kaft van een boek gaat, een hele mooie aanzichtkaart, dan is 300 belangrijk. Maar de drukkerij die zeggen van, weet je wat, 300, maak het jou lastig. Maar als het een keer wat minder is, voor de binnenkant van een boek of een blaadje, dan mag het misschien wel ook 250 zijn, hoor. Dan gaan die rode lampjes gaan zeggen, maar, oh, is te weinig. Dat is goed genoeg voor normaal drukwerk. Dus normaal drukwerk is 240, zo'n kaft van zo'n dingetje, een kaft van een boek, een hele scherpe afdruk van een aanzichtkaart, dat zou een keertje een 300 moeten zijn. Maar stel, we doen inderdaad maximaal een mooie aanzichtkaart van 300 dpi. Zonder aan de pixels te komen, ik ga niet de pixels verknallen, nee, even uitzetten, kan ik hier zeggen 300 dpi, dus als ik zet hem op 300 pixels per inch, dan zie je dat die foto niet groter kan worden, als je tenminste hoge resolutie moet doen, dan 6 bij 10 centimeter. Dus de foto zelf weet niks over of het die hoog of laag is, jij moet dat controleren of die hoog of laag gebruikt kan worden, voor die oppervlakte.
Dus als ik ga zeggen, ja, maar ik wil hem dus op een A4'tje hebben staan van 21 centimeter, ja, dan dondert die resolutie omlaag naar nog geen 100. Dan is er nu een lager resolutiebeeld. Dus het is maar hoe jij die balans treft, maar het is een balans tussen hoeveel pixels heb ik, hoeveel oppervlakte kan ik bestrijken en hoeveel DPI heet dat dan. Ja, dat is gewoon kies of delen. De foto zelf heeft geen hoog of laag, het heeft pixels. Wat jij ermee doet, dat is maar de vraag. Dus als ik hem op 300 zet en nu aan InDesign geef of in een dingetje ga neerzetten, aan de foto verandering, en kijk, ik klik oké, verandert iets in de foto? Nee. Alleen zijn instelling weet nu dat als hij straks in InDesign terechtkomt, dat hij begint op 6 en 10 centimeter. Ik kan hem dan groter rekken in InDesign, maar dan maak ik er eigenlijk een lage resolutiefoto van. Dus hoe je hem gebruikt bepaalt of het hoog of lage resolutie is. Niet het getalletje. Deze foto kan op een hele hoge resolutie, 300 dpi, maar dan moet hij gewoon niet te groot worden. Als ik het printje groter wil, dan heb ik een probleem. Ja? Dus de foto zelf, weet niet of die hoog of laag is. Als daar staat, sommige mensen hebben dan een foto, komt op de 72. Oh, dat is een foto met een lage resolutie, die kan ik niet gebruiken. Nou, ik kan nog steeds 10 bij 16 gebruiken. Ja? Dus de foto zelf weet niks of die hoog of laag is. Jij kunt dat controleren of je hem zo kan gebruiken in hoog of lage resolutie. Voor een beeldscherm zou 144 goed zijn. Dus op een beeldscherm kan ik hem nou zo hoog gaan krijgen. Ja, dat is dan de volgende vraag. Hè? Nou, ik moest dit aanloopje eventjes hebben, dankjewel. Want dat is ook de vraag. Kan ik de foto dan een beetje opkrikken? Nou, sinds kort zit er een klein beetje hocus pocus in. Als ik zeg van, ik wil wel meer pixels hebben. Ik wil wel 300 dpi en ik wil wel 21 centimeter. Hoeveel pixels waren het dan straks? 800 bij nog wat, hè? Hoeveel wordt het nu? Dus als ik nu zeg, oké, dan gebeurt er wat, hè? Dan wordt de foto een lel groter. Dat groter maken kan hij op verschillende manieren gaan doen. Die manier waarop dat kan gebeuren, doet hij nou, nieuwe pixels berekenen. Ik ga je rijk rekenen, alsof je naar de kapper gaat zeggen, wil je nog een beetje bijknippen? Ja, korter. Nee, dat bijknippen. Je moet iets bij, fill in hair of zo. Hair extensions. Ja, ik heb het geprobeerd, was geen succes. Tenminste, niet bij mij. Dus hij kan, met automatisch, gaat hij heel vaak, als ik wil er meer van maken, gaat hij vaak, sinds een versie of 4 geleden, deze detailhandhaven versie 2.0. Dat is wonderbaarlijk aardig. Daar zit een stukje kunstmatige intelligentie in, die toch gaat proberen een lijntje dat dus recht moet blijven eruit zien, ook recht te houden. De contrasten die er zijn, probeert hij te simuleren in een hoge resolutie. Ja, dat is een beetje gokken. Je ziet die tanden bijvoorbeeld, die blijven redelijk scherp. Terwijl ze eigenlijk dus met een lage kwaliteit begonnen. Maar hij gaat er toch een beetje kunstmatige contrasten aan geven, waardoor het toch wat scherp blijkt. Zie je dat? Zo was het. Zo wordt het. Zo was het, zo wordt het. Zie je? Dat details handhaven 2.0, ik zeg altijd, je kunt ook inderdaad 2 keer iets groter maken. En er tevreden mee zijn. Dan zeg je van, ja, maar het is niet heel... Ja, sorry, maar dit is het kunstje wat hij flikt. Dit is de goocheltruc. En als het anders moet, dan heb je pech. Want het kon erger, hoor. Het kon dus zo. En dan was het dus, ja, gewoon vager. Groot, meer pixels, maar vager. Ja, daar ben ik. Nee, meer pixels en scherper. Dat is knap, ja? Dus tot 2 keer krijg jij van mij toestemming. En mij niet bellen als het niet mooi eruit ziet, maar het kan tot 2 keer redelijk goed gaan. Oké? Nou, dan zijn er weer een paar. Hoppakee. Harder. Oh ja, harder en contrastrijker. Stel je persoon makkelijk uitknippen. Dat was ook eentje. Vrijstaand maken hebben we gehad. Hoeveel gaan we zonder beeldkwaliteitsverlies? Hoe krijg ik artikelen? Dat is een beetje voor zo meteen. Harder en contrastrijker maken. Ik moest laatst van iemand een foto maken. Misschien staat het online. Harder en contrastrijker. Ja, het is een kwestie van kleurbalans en een kwestie van scherpte eraan toevoegen op een beetje abnormale manier. Stel me dus een vrij aardige foto en ik wil er inderdaad zo'n beetje à la Hornbach zo'n grove, raar, vies, rauw contrast geven. Als je het ziet dan denk je van, oh ja, dat bedoelde je, maar ik moet even nadoen. Dus de foto is best wel aardig, een beetje mooie zachte tintjes allemaal. Ik zou dat kunnen gaan flikken. Allereerst, de grootste pret heb je met dit commando, onscherp masker. Onscherp masker, ja, als je dit soort dingen gaat vragen aan fotografen, heeft iedere fotograaf een andere tactiek daarvoor. Ik gooi de mijne er even bij. Onscherp masker, dat is een raar soort scherper maken, dat subjectief gaat kijken of dat dingen juist scherper worden of juist vaag blijven. Stel, ik ga het meestal even heel erg doseren, dat het heel erg gaat toeslaan. Met een enorme straal, dat het heel erg gaat uitstralen. Dus het scherpe effect gaat nog uitstralen ook. Oh, en een drempel moet even eens aan 0. Kijk, dat bedoel ik, zaken. Kijk. Dus het is zo. Dan ga ik dus dat opfokken. Ik ga het flink doseren zo.
Zo? Overdreven doseren en dan zelfs een uitstralend effect geven. Dat het meerdere pixels gaat uitstralen, zie je? Normaal gesproken gebruikt het commando alleen maar op een nette manier. De nette, want dit is een effect. Maar dit is precies wat je bedoelt misschien. Maar dus, nu is het meer als een effectbejag. Als ik het netjes ga gebruiken, gebruik ik het commando meestal op een andere, nettere manier. Dan zeg ik de straal eerst op 1 en de drempel op 0. En dan deze even op 500. Dan ga ik kijken van, stel ik wil dus de foto, de mooie scherpe glimmertjes overal die bijvoorbeeld aandikken. Maar niet die huid. Dit, als ik zeg, doe maar scherper, vindt Maxima niet fijn. Dat die huid nu zo, je ziet ieder pori kan je zien. Nou, dat vindt ze fijn. Ik wil die pori niet zien. Dan zou ik de drempelwaarde hier, dus hoeveel dat is. Dat doet het gewoon over de hele linie, overal doet hij het nu. Dus gaat het overal scherper maken. Maar kan met die drempel kan ik aangeven het verschil tussen twee pixels onderling. Als dat meer of minder is dan een bepaalde waarde, doet hij het dus wel of niet. Dus tussen twee pixels die allebei een beetje rozig zijn, een beetje donkerroze, een beetje lichterroze, dan denk ik, nou, doe maar niet. Dat verschil is te weinig om het aan te dikken. Als het verschil meer is met een stukje, ja, een soort oorbelletje tegen de huidskleur, dat heeft een harder contrast, groter verschil, dan gaat hij dat opfokken. Die drempelwaarde bepaalt het dus, wanneer het dus boven of onder die drempel komt. En er is een heel leuk ezelbruggetje daarvoor. Wat moet die drempel dan zijn? Ja, hoeveel ongeveer? Ja, weet ik veel. Zie dat nu alleen nog maar de glimmertjes overblijven. Zie je het verschil in de foto? Dat alleen die glimmende plekjes overblijven. Je zou bijna kunnen zeggen, de leeftijd. Ja, dit getal, hè, die drempelwaarde. De leeftijd is een goede indicatie of je wat voor heel grof kan zijn. Met een zachte huid kan er heel veel kleine glimmertjes in komen. Maar in een wat oudere huid zit al wat meer contrasten. Dus moet de drempel wat omhoog, vrees ik. Nou, ik zie dat zij nu een jaar of... Dus nu blijft de huid redelijk intact. Ik kijk vooral dus naar de zachte huidpartijen. Nou, die blijven redelijk intact. Dus volgens mij is zij 51. Hoe oud is ze? Weet iemand dat toevallig? Is ze nog niet. Ze is iets jonger. Oké, dan ietsje jonger dan. Okay. En dan ga ik nu pas doseren. Hoeveel scherpte wil ik dan in die partijen waar die drempel wordt bereikt? Dus nu pas ga ik doseren hoeveel scherpte ik wil. En kijk, dan ga ik toch even opletten dat nu niet te veel weer meegaat zo. En dan zie je precies al die kleine glimmertjes die net even iets extra's krijgen. Zie je dat? Dus zo gebruik ik dit commando op een nette manier al, nou, nog voordat Photoshop er was. Want het is een techniek die komt uit de repro-camera's van vroeger. Dat heeft Photoshop na gaan bootsen in deze commando. En op een freakende wijze, opengooien, drempel omlaag, straal uit laten strijken op veel meer pixels, heb jij je gekke effect. En dan nog een kleurbalansje eroverheen of lichter en donker en dat soort dingen. Ja? Is dit een grappig om te doen? Maar vraag het iedere fotograaf creatieveling, ze hebben iedereen weer een andere methode. Ik vind deze wel leuk. Ja? Nou, oké. Okay. Harder, contrastrijker, Hornbach-stijl, trouwbijlagen, nou, dit soort dingen. Er zijn ook heel veel plugins en filters te koop die dat in één keer kunnen doen met allemaal mooie voorbeelden. Maar dan moet je in je grabbelton even gaan rijden, in je broekzakje wat geld erbij halen en dan iets online betalen. Dan heb je allemaal leuke filters die dat kunnen. Eindspel. Mag die nog even? Het is 5 uur. 5 minuten. Dan moet ik kiezen. Kleurprofielen, vraag iemand. Hoe werken kleurprofielen? Heel lastig. Niets. Nee, we gaan niet over beginnen. Dat is geen beginnersvraag. Dat is een heel belangrijke vraag. Probeer je foto's... lees even op de website van Drukwerkdeal wat zij zeggen dat jij zou moeten instellen op sommige plekken. Hou je daar een beetje aan. Echt meer erover weten kost echt gewoon nou, minstens een halve dag om te weten hoe het werkt. En een hele dag om te weten hoe je het moet instellen. Dus dat is niet met een sessie. Maar dat kon je niet weten. Dus de vraag is terecht, legitiem. De vraag is dus, als ik een CMYK bestand heb, heeft een profiel dan ook invloed? Nou, eigenlijk heeft de CMYK is al een bestand wat al door een profiel is aangepast. Profielen gebruiken we eigenlijk alleen maar bij RGB-bestanden om ze te laten omzetten in CMYK. Want een CMYK-bestand, cyan, magenta, geel en zwart, is al omgezet. Het is al gebeurd. Het is te laat voor een profiel eigenlijk. Ik kan horen de profiel meegeven, stel dat het weer terug moet. Dan weet hij wat de aanpassing is geweest. Dus eigenlijk is profielen alleen maar handig als je ook werkelijk werkt met RGB-bestanden. Want dan moet er een profieltje bij voor het omzet eventueel. Dat even heel in het kort. Dus eigenlijk als er al smik is, is het kwaad al geschied. Dan is het al omgezet voor een bepaald soort printproces. En dan is dat misschien al minder geworden, omdat die printer kan meer, die printer kan minder. Daar heb ik al minder van gemaakt. Voor die andere printer had ik terug naar de RGB gewild, om die kan een betere afdruk maken. Dus het kwaad is al geschied. Ja. Hoe krijg ik de kleur diep koraalrood? Ja, dat hangt ook samen met de kleuren die de printer aan kan. Hoe diep dat rood is. Je moet niet op je scherm beoordelen. Het scherm is veel te aardig. Het scherm laat je veel te veel mooie dingen zien in RGB-kleuren. In cyan, magenta, geel, zwart zal het altijd tegenvallen. Altijd. Dat scherm is veel te mooi.
Dus moet hij zeggen, ja, de printer moet doen wat het scherm doet? Nee, het scherm zou moeten laten zien hoe slecht de printer het zal zijn. Nou, slecht, even gewoon de beperking. Maar het gaat in dit geval om een webshop, dus het wordt nooit geprint. Ja. Dus dan nog... Dan mag jij hevig vies koraalrood maken, ja, zo diep als je wil. Ik krijg het koraalrood is oranje rood, maar ja, het moet diep rood worden. En dat ja, doet me niet om die kleur zo diep rood te krijgen. Dus diep rood en de foto geeft oranje rood. Er ligt dan ook wat voor scherm je gebruikt om naar te kijken. Wat is dat, een Mac of een PC? Gewoon een PC. Dan gaan we verder met de klas. Want dan sta je op achterstand. Ja, maar alle klanten zitten ook met... Sterker nog, als jij voor een webshop werkt... Dan forget it. Daar is geen beginnen aan. Dat diepe koraalrood zal iedereen op zijn eigen kleur zien. Meneer Heineken, een van de brandmanagers van Heineken in de jaren 70 was hij de baas over het Heineken groen. Dat is een anekdote, ik vertel hem heel graag altijd. En ik was een keer bij, toen die wegging, eindelijk, die vent was al ver in de 70, bleef werken, bleef die kleur overal van. Hij zei, ik heb dat los moeten laten. Komen al die kleurentelevisies, al die kleurenmonitoren, al die computers met een kleurenscherm. Ik kan moeilijk zeggen, er komt vanavond een reclame van Heineken bij mensen gaan aanbellen. Ding dong, mag ik even de monitor aanpassen, er komt een Heineken reclame straks. Dat kan niet. Hij zei, ik moet dat gewoon loslaten. Heineken is daarom niet dat groen wat ik in mijn hoofd heb zitten. Heineken is veel wit, een beetje toefje zwart, toefje wit, toefje rood. Dat is Heineken. Dat is meer een combinatie van kleuren, die is sterker dan één kleur die ik toch niet overeind houd. Dus diep koraalrood wat jij hebt ingesteld, zie jij op jouw monitor als nog oranje of diep koraal. Maar God weet hoe andere mensen het zien. Daar loopt een televisiewinkel binnen, je ziet overal verschillende kleuren als het een beetje een rommelige tv-winkel is. Dus er is niet in de hand houden. Het enige wat jij kan doen is in elk geval op jouw manier op een geëikt scherm kijken of de kleur wat jij hebt gemeten of wat jij ziet naast je, dit rood, houd het ook niet zo ernaast. Niet eerlijk, dat je zo opvallend licht gebruikt en zo. Want anders zie je dus het licht naar je toe met licht wat reflecteert op dat rood hier nu. Dus altijd even zo ernaast leggen en zeggen, is dit wat het is? Heb ik een geëikt scherm? Dan kan ik er nu niks meer aan doen, maar hoe de mensen gaan zien, God zegge de rip. Dus laat los. Yoga helpt. Ja, ik krijg het niet eens lijkend, zal ik maar zeggen, op wat ik daarnaast leg ten opzichte van mijn... Ja, er zitten misschien pigmenten. Er zitten misschien pigmenten hier in, fluoriserende kleuren, ook fluoriserende en dit soort dingen. Er zitten pigmenten in, dat zit niet in een scherm. Okay. Daar komt extra kleurkracht uit die een scherm met RGB niet kan. RGB is niet het meeste, er is meer dan RGB. En dat is wat wij met onze ogen kunnen zien. Er zijn zelfs mensen die kunnen hier dat infrarood van het dingetje zien. 1 op de 100.000. Maar zeldzaam. Ja, die zien dat. Die zien een lichte plek op de muur als het ermee schijnt. Dus ja, onze RGB is ook al een beperking. Dus dat dieprood, dat wat jij ziet in dat materiaal wat je hebt, is misschien niet haalbaar in RGB. Net zoals goud en parelmoer. Dat is glinsteringen. Dat kan niet op een scherm. Op zijn best wordt dat oranje. Ja? Dus... Met alle respect. Maar het is een hele duidelijke, goede, legitieme vraag. Absoluut. Met helaas geen bevredigend antwoord, maar een rustgevend antwoord misschien. Oké. Mensen die nog vragen hebben gesteld, we moeten er een eind aan breien. Het is 5 over 5. Jullie willen ook misschien naar huis. Een hele korte misschien. Bestanden zijn... iemand vraagt, kan het oude webcommando bewaar voor web? Zit er nog steeds in? Dat heet dan verouderd, maar werkt nog steeds. Alleen niet met tekengebieden. Maar dat, als je niet weet wat tekengebieden zijn, houden ze ook. Vooral gewoon doorgaan. Er is niks mis mee. Iemand vraagt... er is een bestand met een JPEG-markering ontbreekt. Een corrupt bestand. Een bestand dat zegt van, zijn JPEG kan niet openen. Dat kan. Photoshop is erg kritisch dat de JPEG klopt, technisch. Als je er moeite mee hebt, kijk eens een keertje naar programma's zoals deze. Graphic Converter. Dat is een programma dat mag je gratis downloaden en een tijdje proberen. Want die kan heel vaak kapotte bestanden toch nog wel zien dat er iets in zit. En dat zelfs corrigeren. Dus deze is wat minder tolerant of wat minder kritisch daarin. Photoshop is erg kritisch. Zeg van, als ik niet vertrouw, misschien zit er wel een bug in of een virus. Nou, dat zit er niet in. Maar deze software die kan het gewoon repareren voor je. Oké? Ja, inderdaad, met WhatsAppjes gebeurt dat vaak. In CS-versie, dat is die oude voor web-versie. Hoe krijg ik twee artikelen in dezelfde kleur als er twee afbeeldingen zijn? Dat is moeilijk. Dat heeft ook met kleurcalibratie te maken. Kleurprofielen ook van haal. De laatste. Bestanden zijn te groot. De bestanden zijn soms te groot. JPEG te maken op 300 dpi voor 8 bij 3 meter. Klopt dat? Oké, dus je moet een JPEG maken. Waar is dat voor? Ja, en wat doe jij dan? Dus wij willen maxima op 3 bij 8 meter. Ik heb hem gemaakt, 3 bij 8 meter. Gaan we doen. Ja, dus hoeveel centimeter? Dus 300 centimeter. Ik rek er een beetje uit als je het niet erg vindt.
Dus ik ga even zeggen van, ja, ze krijgt een beetje lang gezicht, maar nou, dan doen we dat 4,5 meter, ook goed. Ja? Want de verhouding is nu niet bij 3:8. Dus ik ga oprekken tot 3, maar het effect is wel duidelijk. Denk. En dan willen we dus wat voor resolutie? En daar stink je erin. Dit bestand wordt nu 5 gigabyte. En weet je wat nou is? Zo'n spandoeken wordt niet in 300 gedaan. Drukwerk, wat wij van dichtbij kijken, dat is 300 dpi. Zo'n spandoek gaat niemand... Oh, wat een mooi spandoek is dit, zeg. Oh, zal je even kijken hoe fijn het gedrukt is. We staan minstens een meter ervan. Dan mag een nul af. En dan is hij gewoon 50 megabyte. Moet je wel even afspreken. Ja. Dat is vaak genoeg voor spandoeken en grote zeilen. Nou, oké, 60. Ja, ietsje meer. Je ziet wel heel kleine druppeltjes in die inkt. Maar de monsterfrequentie waarmee hij het berekent hoe die druppel gemaakt wordt, die is grover. Die is maar 30 à 60. Je moet alleen even afspreken. Soms zeggen zij, je moet hem 300 dpi aanleveren. Maar dan mag je ook op 30 bij 45 doen. Oh, dus jullie doen hem 10 keer zo klein of zo groot, of ik doe hem 10 keer zo klein. Maar die factor 10 kan ergens eruit. Gerustgesteld? Oké, dus praat er even over. Anders wordt het dadelijk 100 keer te groot of 100 keer te klein. Even zeggen wie wat doet. Doe ik dus dit en maak je hem 10 keer zo groot op 300 dpi? Of moet ik doen 300, maar mag ik 30 intikken? Even vragen wie wat doet, anders wordt het dus averechts 2 keer zo erg. Ja, goed, geholpen. Ze zijn klaar. Ze zijn klaar. Oh ja. Dames en heren, dank jullie heel hartelijk voor je aandacht een hele middag lang. Drukwerkdeal.nl